Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe e-workshop speciaal voor jou, zodat jij lekker aan de slag kunt blijven met ons prachtige vak, onze prachtige nagels tijdens deze corona-lockdown natuurlijk in Nederland. Vandaag begin ik met Mirjam Zwart. Hi Mirjam. Hi, leuk dat jullie allemaal kijken. Ik ga het spits afbijten vandaag. Superleuk dat ik hier weer mag zijn. En we gaan inlay designs doen, dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvoor vinden. En ik hoop dat ik jullie kan inspireren met mijn inlays. Ja, en natuurlijk is er ook weer huiswerk wat jullie kunnen maken. Er zijn weer prijzen te winnen. En ik heb al gekeken vanochtend met Mirjam, want toen heeft ze het in de Engelse trainer talk gedaan, deze inlay nagels. En het is echt ontzettend leuk om te zien. Heel veel plezier en wij gaan beginnen. Ja, en wat leuk om te zien dat jullie alweer met zoveel mensen mee aan het kijken zijn. Elisabeth Nijland die zegt zojuist, hallo allemaal, toppers Pepijn Borel en Mirjam Zwart, fijn voor deze les. Nou, ik vind het ook ontzettend leuk dat Mirjam hier vandaag kon zijn. We hadden eigenlijk andere plannen, maar die hebben we omgebogen naar deze e-workshop. Later kom ik terug met het huiswerk, de prijzen en alle andere dingen. Maar ik geef nu eerst het woord natuurlijk aan Mirjam en het eerste design. Ja, we gaan beginnen met het eerste design. Inlay designs dus. En ik ga werken met PowerGel. Ik heb alvast wat voorbeeldjes neergelegd. We gaan starten met een inlay met chameleon flakes. En je kunt kiezen om verschillende kleuren te gebruiken. Het leuke van de chameleon flakes is dat ze ook verschillende effecten geven. Dus ik ga nu een donkere versie doen, omdat het nu de winterperiode is. Maar in de zomer ook zeker leuk om lichtere versies te doen. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. De voorbeeldjes die ik alvast gemaakt heb van tevoren, zowel de lichtere als de donkere versies en natuurlijk leuk met opalen erin verwerkt, rhinestones erbovenop, dus je kunt leuke creaties maken. Ik ga beginnen met een nagelbedje, dit ga ik doen met PowerGel. Ik heb alvast een kolenpop voorbereid, die heb ik eventjes gebufft. En ik ga de PowerGel Extender gebruiken voor het nagelbed. Ik werk vanuit de tube. En omdat het een lange nagel is, kan ik gelijk de PowerGel ook vanuit de tube pakken. Bij een kortere nagel kijk dan wel uit dat je niet te veel gebruikt. En jij gaat vandaag op zowel hele lange stiletto kolenpops werken als op kortere, hè? Klopt, ik ga verschillende nagels laten zien. Zowel de lange versies als de kortere versies. Oké, ik gebruik het nieuwe PowerGel penseel. En Prep & Wipe vloeistof. En het voordeel van de nieuwe Double Power Gel Tool is dat hij een korte kant heeft, een kort penseel waarmee je dus meer druk kunt zetten. Zo kun je de Power Gel netjes op zijn plek duwen. En met de lange kant een acrylpenseel kun je hem mooi verdelen en de smile line er alvast in snijden als het ware. Ja, dit is een nieuw type les wat die jij hebt gepland, hè? Ook in het nieuwe jaar. Colourpop, of tenminste inlay op Colourpop. Omdat je dan meer verschillende dingen kunt doen tijdens een dag, dan dat je alleen maar echt hele nagels maakt. Want dat kost natuurlijk best wel tijd. Klopt. Voor de nieuwe les, Colourpop, of inlay op de Colourpops inderdaad, zeg ik hem ook verkeerd om. Inlay op de Colourpops kun je verschillende varianten maken van inlays, waardoor je ook al meteen met de Colourpops die je hebt gemaakt dan tijdens de les, showen aan je klanten straks weer wat er allemaal mogelijk is, zodat ze ook meteen iets hebben om uit te kiezen. En tijdens die les focussen we dan niet op de schablonen, dus plaatsen van een nieuwe vorm en dat soort dingen. Al heb ik die les ook gepland staan, dus mocht je daar wel interesse in hebben, kan het natuurlijk ook. Maar de les inlay op Colourpops is echt puur gebaseerd op de verschillende soorten inlays. Wat is er allemaal mogelijk? Want er kan zo ontzettend veel. Oké, ondertussen ligt mijn nagelbedje op zijn plek. Ik doe hem eventjes in de lamp, 1,5 minuut. Zodat ik hem daarna in model kan gaan veilen. Zoals ik al zei, verschillende soorten inlays. Tijdens die les
ja, gaan we verschillende soorten inlays maken, zodat je ook meteen je klanten kunt laten zien wat is er allemaal mogelijk. Ja, omdat er zoveel mogelijk is, is dat natuurlijk leuk om te doen. Ja, super handig. Zo kun je natuurlijk na één lesdag al misschien wel 8 of 10 verschillende wijzen van indelen laten zien aan jouw klanten. Ik zie een vraag van Elisabeth Nijland. Mag het huiswerk straks ook op Colourpops? Ja, zeker mag het huiswerk straks op Colourpops. Ik denk ook dat dat natuurlijk op dit moment het allerverstandigste is om te doen. En je mag zelf kiezen welke Colourpops. Stiletto Colourpops, ovaal, vierkant, transparant of natural. Dat is helemaal aan jou. En aan het type nail art wat jij erop gaat maken. Ik ga zo direct komen met een slide met het huiswerk en de regels. Ik ga ook nog even kijken. Desiree, jij vraagt toevallig net, ik heb geen lange Colourpops. Mag het huiswerk ook op korte? Ja, dat mag, Desiree. Jill zegt, hi, kunnen jullie ook online gaan op YouTube? Dan kan ik streamen op de tv. Nou Jill, je kunt ook Facebook live streamen op de tv. Dat doe ik namelijk zelf altijd op de woensdagavonden. Als we naar Nail Talk Live kijken, de show, zit ik altijd op de bank te streamen naar mijn televisie vanuit mijn telefoon. En dan doe ik wel de comments op mijn telefoon, maar dan kan ik het op het groot beeld zien. Dus dat zou in principe mogelijk moeten zijn hoor. Even kijken. Nou, er zijn intussen bijna 90 mensen aan het kijken. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn in deze toch wel wat gekke periode. Ik hoop ook dat jullie je boodschappen allemaal alvast in een kaart hebben gewacht dat jullie allemaal nodig hebben. En ben je uitgehard? Ja. Ja. Mirjam is uitgehard. We zijn uitgehard. Ja. De nagel is 1,5 minuut in de lamp geweest. Ik ga de plaklaag verwijderen met prep en wipe. En dan ga ik hem in model filen. Ik ga hem in model filen met een Hygienic 180 gritfile. Die gebruik ik voor mijn nagelbed aan de bovenkant. En een emery board voor het muurtje, zodat ik een goede strakke muur ga creëren. Om dan mooi de inlay op te maken. Ik begin eigenlijk altijd met de bovenkant. Pas wel op dat je hem daardoor niet te plat vuilt. Want je hebt wel die muur nog nodig. Dus als je wat platter werkt, kijk dan eventjes of dat het nodig is om de bovenkant te filen. Dan met een emery board rechtop tegen de muur aan. En dan veil ik hem strak naar de zijkanten toe. Goed je Colourpopje ondersteunen in dit geval. Anders dan heb je kans dat hij krakt. Dus zorg ervoor dat je goede tegendruk geeft aan de onderkant. Nou, Raymond zegt de inlay queen in de comments. Wat lief. Nou, dat is denk ik wel waar, ja. Ja, ik heb al zoveel verschillende inlays gemaakt, maar je kunt ook... Je kunt ook heel veel inlay doen, dus dat is ook leuk. En zowel kort als lang. Ik zal ook nog zeker wat dingetjes ook op de korte nagels laten zien. Oké, ik maak hem goed stofvrij. En mijn tafel even stofvrij. Want dan kunnen we gaan beginnen met de inlay. En voor de eerste inlay heb ik gekozen om de Liner Gel Black te gaan gebruiken. En de Gel Polish Pasha Cherisa. En het leuke is eigenlijk dat je verschillende variaties kunt gebruiken. Dus wil je een andere kleur, pak je een andere gel polish of wil je de Liner White bijvoorbeeld gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook. De Liner Gel Black ga ik nu gebruiken en die ga ik aanbrengen met een triangle brush. Ja, ik krijg een vraag. Mag je dit ook met gel maken? Ja, je mag zelf kiezen of je met acryl, gel of met power gel wilt werken. En Demi heeft een vraag, die stel ik jou eventjes, Mirjam. Mm-hmm. Zij heeft bij nude acryl en power gel het probleem dat ze doorschijnen als ze een inlay French manicure maakt. Het schijnt dan door bij de vrije rand. Ik heb een flinke bolling in mijn natuurlijke nagel en C-curve, dus ze kunnen niet zo dik. Hebben jullie tips hoe ik ervoor kan zorgen dat het niet doorschijnt? Ja, ik heb eigenlijk van mezelf ook wel best wel bolle nagels. Mijn apexhoogte is van zichzelf zeg maar al snel te hoog. Dus wat ik eigenlijk dan zou adviseren is wel de combinatie nude en extender te gebruiken. Maar nude echt aan langs de kant van je smileline rand, zeg maar. Dus aan de vrije randkant. En de extender dan bij de cuticle area kant. Mm-hmm. Wat je eventueel ook nog zou kunnen doen is een laagje nail plate extender eronder lakken. En daar bovenop te gaan bouwen. Dus dan heb je een dekkend laklaagje eronder zitten. Dat is misschien ook nog een idee. Dat is een hele goede tip van je. Daar was ik zelf niet opgekomen. Echt een goede. Oké, jij hebt intussen liner gel zwart en een triangle penseel. En je gaat je begin maken met je inlay. Ja. De liner gel black inderdaad. En waar ik nu op let is dat ik mijn muurtje goed inkleur als het ware. En het fijne van dit penseel, omdat je dus die driehoek hebt, kun je heel mooi strak langs die muur snijden. Dus die lak ik helemaal goed in met de kleur. Ook de voorkant. Niet te veel gebruiken, want de Liner Gel Black
en de white zijn heel gepigmenteerd. Dus het hoeft niet. Een laagje is voldoende. Dan blend ik deze meteen uit. Over die extension edge. Een klein beetje, niet helemaal. Ietsje meer dekking. Oké. Even mijn liner gel dicht. Dan pak ik de gel polish Pasha Cherisa. Nou, en Cherisa zit toevallig ook te kijken. Oh, op dit moment samen met Brenda. Leuk. Hallootjes. Oké, okay, de 103-377. En dan ga ik hem lakken vanaf de top. Richting de liner gel black. En dan ga ik een beetje overheen. Blend hem een beetje. Dit hoeft allemaal niet zo super netjes, want er komen chameleon flakes overheen. Let er wel eventjes op dat je nu wat liner gel black aan je kwastje kunt hebben. Dus voordat je hem terug doet in het flesje, eventjes afdoen op een nail wipe en dan terug in het flesje. Dan doe ik deze eventjes 10 seconden in de lamp. En dan ga ik de plaklaag gebruiken om mijn chameleon flakes in te plakken. En dan ga ik er ook nog wat opalen aan toevoegen. De plaklaag van de liner gel black en van de gel polish heb ik nodig. Zodat ik daar mijn chameleon flakes in kan plakken. Dat doe ik met een pigment brush. En we hebben verschillende kleuren chameleon flakes. De transparante chameleon flakes, daar hebben we 5 verschillende tinten in. En je zult merken als je de verschillende ondergronden doet, dat ook alles weer een ander effect krijgt. Dus doe je er 1 op zwart en op wit. Dan krijg je ook met die ene weer heel veel verschillende kleurtjes. Ja, en wat leuk is om even te melden, is dat als jij meedoet en je huiswerk instuurt, maak je kans op een pakket, een cadeau, waar onder andere deze 5 chameleon flakes in zitten. Ja. Dus heb je ze nog niet? Nou, dan moet je zeker meedoen. We gaan weer terug. Hoe tof is dat, hè? Alle 5. Ik wil niet te veel, want je hebt echt niet zo heel veel nodig, dus dan pak ik ze meestal vanuit mijn deksel. Of hè, als je niks meer in je dekseltje hebt zitten, dan pak je een heel klein beetje op. Dan plet je ze een beetje in je deksel, zodat we niet meteen te veel pakken. En dan ga ik ze plakken op die plaklaag. En meteen een beetje verdelen. Ja, zo'n klein beetje flakes en zoveel effect, hè? Ja. Het is toch gewoon geweldig? Ja, volgens mij kun je ook, deze, als je één keer zo'n potje hebt, de rest van je leven met dat potje doen. Ja, daar doe je wel even mee, ja. Daar heb je echt wel een hoop plezier van. Oké, de opalen die ik heb gekozen voor deze, dat zijn de oranje en de witte. Ook die hebben we in verschillende kleuren. En ik ga een beetje building base gebruiken om die daarin vast te leggen. Want dit zijn natuurlijk grotere stukjes. Builder base een beetje op mijn palet. Wensnagels zegt Wendy. Hi Wendy. Heerlijk, ben meteen aan het meedoen. Ja, dat zou ik ook doen als ik hier niet zou staan. En Niels bij Elvisa zegt, oh gaaf, we gaan ons best doen. Superleuk, ben heel benieuwd. Ja, en die opalen, ik ben gek op die opalen. Het is mijn favoriete nail art product, dus ik ga gewoon meegenieten met jullie. Oké, ik heb ondertussen de Detailer 3 erbij gepakt. Ik ga ze hier neerzetten, dan kunnen jullie het goed zien. Ja, de Detailer 3 heb ik erbij gepakt. En met die Detailer 3 pak ik een beetje van de Building Base op. Dat wordt als het ware mijn lijmlaagje waar ik dan die opaaltjes in kan leggen. Dus die verdeel ik. Ja, en Elisabeth Nijland merkt al op, rubberbase kun je ook gebruiken in plaats van buildingbase. Ja, dat klopt, maar alleen je wil een wat stugger product. Ja, rubberbase is natuurlijk ook best wel wat dikker, dus dat is ook lekker om te gebruiken. Dit zijn dan de oranje opaaltjes en nu de witte ertussen. Ja, ik leg ze gewoon door elkaar, zodat je ook op die manier weer verschillende effecten krijgt. En dan plak ik ze als het ware in die building base clear. Oké, ik doe hem eventjes 10 seconden weer in de lamp.
dan weet ik zeker dat mijn opalen vastzitten. Dat de chameleon flakes ook gefixeerd zitten aan die plaklaag. En dan ga ik hem vervolgens cappen met een laag clear. Ik kies er in dit geval voor om de power gel clear te gebruiken. Maar ik ga zo meteen ook nog de builder gel clear gebruiken. Oh, ik heb een vraag van Stephanie. Waarom building base ten opzichte van bijvoorbeeld gemstone gel? Nou, je zou ook gemstone gel kunnen gebruiken. Ik denk building base, dat het is makkelijk, het staat op je tafel. Maar het kan allemaal. Je hebt een iets stuggere gel nodig. En later gaat Mirjam ook natuurlijk met de gemstone gel werken. Zeker als ze strasstenen gaat vastzetten. Ja. Maar nu gaan we eerst kijken, hoe moet je dit nou cappen? Want het lastige met een inlaynagel, ook op een kolenpop, is natuurlijk dat je moet hem wel mooi egaal krijgen. Want we willen styleren met het penseel en niet met de vijl, hè Mirjam? Nee. Het fijnste is als je hem nu inderdaad al zo egaal mogelijk kunt maken, zodat het zometeen weer scheelt met vijlen. Als je nu een hele dikke laag kleer erop zet, dan moet je dat er daarna natuurlijk allemaal weer afveilen. Maar we hebben wel een deukje nu waar de inlay in ligt, dus die moeten we wel gelijk maken. Oké, ook daarvoor gebruik ik de power gel. Dus ik hem even laten zien vanaf de zijkant, dan zie je dat we dus nog wat hebben om op te vullen. De power gel vanuit de tube. En als je het fijn vindt, ik doe hem nu meteen vanuit de tube, dan pak je een grote hoeveelheid. We hebben nu ook een grote nagel, dus dat is nu geen probleem. Op het moment dat je uit een tube werkt op een wat kleinere nagel, let dan wel op dat je niet meteen te veel pakt. Wat je ook kan doen is even je spatula er langs halen en een stukje ervan af schrapen als het ware van je tube. Oké, dan pak ik even de prep en wipe erbij. En dan ga ik hem modelleren. Weer met dezelfde double power gel tool. De korte kant, zodat ik wat meer druk kan geven. Ik moet hem wel op zijn plek duwen. En dat is fijner met een korte penseel. Sylvia Trump vraagt, als je geen kolenpops hebt, mag het dan eventueel ook op lange tips? Ja hoor, dat is ook goed. In principe is dat natuurlijk ook een kolenpop. Ja. Snel kijken hoe ze het aan het styleren is. Nou, bij deze goed opletten dat ik hem helemaal in die hoeken duw. Zodat ik zeker weet dat ik strakjes niet tekort kom. En met de andere kant blend ik hem als het ware uit naar voren. Zodat ik ook op de punt. Ja, je ziet nu al die shimmeringen en die glans en die opalen. En licht weer spiegeling. Het is bijna een soort magische. Ik noem dit een witchcraft nail. Ja, ik ben echt wel verliefd ook op de chameleon flakes, omdat je er zoveel super mooie effecten mee maakt. Elke gel polish kleur die je eronder legt, iedere kleur krijgt weer een ander effect. En dat geeft echt een heel super eindresultaat straks. Nou, ik probeer hem dus zo egaal mogelijk te maken, zodat ik zo meteen niet zo heel veel hoef te veilen. Dus als ik hem dan vanaf de zijkant laat zien, dan hebben we nu niet meer die deuk, maar is het allemaal mooi opgevuld. En dan gaat hij 1,5 minuut in de lamp. Ja, en terwijl die in de lamp is en uithardt, moet ik jullie natuurlijk even wat vertellen over die opalen. Voor de mensen die het nog niet weten, deze opalen die groeien dus echt. Hè. Ze hebben een jaar de tijd nodig om te ontstaan in een laboratorium. En dat groeit in laagjes bij elkaar op. En daardoor ontstaan er ook die kleine krakelures in die opalen, waardoor als dat licht erop valt, je een shimmering krijgt. Een kleurwisseling, een soort chameleon effect in die opaal. En in de middeleeuwen was het zelfs zo dat mensen opalen zagen als de stenen van hekserij, van zwarte hekserij. Omdat als je die dan zag en je hield die zo, dan zag je steeds een andere gloed. Alsof er een soort geest verstopt was in die steen. En langzaam maar zeker zijn die opalen steeds populairder geworden, ook in juwelen. En tegenwoordig behoren opalen tot de duurste halfedelstenen die er worden gebruikt in juwelen. Deze zijn dus mensgemaakt. De echte opalen die worden gevonden in Australië en die zijn echt heel erg kostbaar. Daarom zijn die zakjes opalen ook niet heel goedkoop, maar je doet er wel heel erg lang mee. Het geeft echt een ongeëvenaard effect aan de nagel. We hebben behoorlijk wat kijkers. We zitten intussen op 120 man, dus dat is heel erg leuk. Van harte welkom iedereen. Ik zit te kijken of ik misschien nog wat heb gemist in tussentijd. Nou Stephanie, jij zegt ik werk alleen op de natuurlijke nagel, dus ik kan niet zoveel met inlay. Maar superleuk en interessant om mee te kijken. Nou, maar je kunt wel wat met die chameleon flakes, want die kun je ook op de nagel aanbrengen. En dan krijg je een heel mooi natural nail effect.
Ook super cool, hè Mirjam? Ja, zeker. En wat je ook kan doen is, ik hou hem ondertussen uit de lamp. Wat je ook kan doen als je toch een French wil maken op zo'n natuurlijke nagel, dus geen inlay, dus niet bouwen. Van de airnails hebben we French stencils. En ik heb dat al een keertje laten zien, maar nou ja, misschien dat je die nog eens terug kan kijken, ook op YouTube allemaal te vinden, denk ik. Als je daar een stickertje op plakt, French van Airnails, en je tamponeert de liner gel black of bijvoorbeeld de liner gel white, of je voegt daar een kleurtje gel polish aan toe, dan plak je daar die chameleon flakes in en dan krijg je eigenlijk hetzelfde resultaat. Je kunt alleen niet dan de opalen gebruiken zoals ik nu doe, maar je krijgt met die chameleon flakes wel echt een super gaaf effect. En dan lijkt het bijna alsof het inlay is, maar dat is het niet. Oké, hij is uit de lamp, dus ik ga de plaklaag eraf halen. Doe ik met prep en wipe. En dan ga ik hem veilen. Hygienic 180 grit gebruik ik ook nu weer. En je hebt eigenlijk maar heel weinig vuilwerk, hè? Ja, omdat ik hem zo, in gauw al opgelegd heb, scheelt dat weer met veilen. En het fijne aan power gel is natuurlijk dat het een lekker zacht product is. Dus je bent er eigenlijk zo. Stephanie Taha zegt, ik ben hier nieuw en zo blij met deze groep. Bedankt. Nou, van harte welkom Stephanie. En ik zie dat Wendy me al voor was om je welkom te heten. Wendy zit trouwens, as we speak, achter de knoppen om te zorgen dat wij camerabeeld goed hebben voor jullie. En Wendy is ook de persoon met wie ik in de komende weken al deze lockdown workshops ga geven. Soms zit Wendy voor de camera en dan ben ik aan het schakelen. Maar meestal zit Wendy achter te schakelen en ben ik hier aan elkaar aan het praten. En we hebben geweldige trainers die allemaal tijd in hun agenda hebben vrijgemaakt voor deze workshops. En daar kom ik zo direct met een overzicht van. We gaan nu eerst even kijken, want ik hoor een andere file. Ik hoor een white block. Ja, nadat ik de 180 grit heb gebruikt uit Jennik, ga ik over op een white block. En werk je liever hygienic, wat ik zelf ook erg fijn vind om mee te werken. Dan pak je bijvoorbeeld de paarse buffer. Paarse hygienic buffer is vergelijkbaar met een white block. Elisabeth Nijland merkt op bij het veilen van powergels 150 grit toch lekkerder. Ja, nou, het is heel persoonlijk, hè, of je 150, 180 grit fijn vindt. Ligt er ook aan hoeveel je te veilen hebt, maar het is echt ontzettend persoonlijk. Ja, ieder zo zijn voorkeur. Gelukkig hebben we ook allemaal die verschillende veilen in het assortiment. Dus nou, voor ieder wat wils altijd. En zo kun je ook gewoon werken met de producten die je zelf het fijnste vindt. Ik krijg van Stephanie Taha, die dus nieuw is, de vraag, jullie zijn top, nou dankjewel. Hebben jullie ook een website om dingen aan te kopen? Ja, zowel Mirjam als wij hebben een website en ook al onze Magnetic distributeurs. De hoofdwebsite is magneticnaildesign.com en daar vind je bijvoorbeeld distributeurs bij dealers en dan kun je kijken wie er allemaal bij jou in de regio zitten. En daar is ook een webshop en de distributeurs hebben ook een webshop, ligt eraan bij wie je komt. Dus dat is allemaal mogelijk. Producten zijn dus van Magnetic Nail Design. Maar het leukste moment... Oh nee, je gaat strafstenen doen. Ja. Het is toch niet het leukste moment bijna. Van een inlaynagel. Maar strafstenen zijn ook wel heel erg leuk. Kom. Ja, ik kies er nog voor om natuurlijk strafstenen op te plaatsen. Ik ben gek op glitters, dus ook op strafstenen. Hiervoor gebruik ik de gemstone gel. Ik ga wat grotere steen plaatsen met daaromheen wat kleine steentjes. De gemstone gel die zorgt ervoor dat je goed je steen erin kunt vastzetten als het ware. En daarna ga ik nog de topgel eromheen lakken. Dus dan heb je dubbel op. Nou ja, en mijn ervaring is dat dan echte stenen minimaal 4 weken blijven zitten. En soms nog wel langer. Zolang als dat het nodig is. Als de klanten weer terugkomen met uitgroei, dan zitten bij mij altijd alle stenen er nog op. Zo goed zelfs dat je ze er met een oude felle tang vanaf moet knippen, hè? Ja, inderdaad. Ik gebruik daarvoor een oude cuticle nipper. Die kunnen we dan niet meer gebruiken voor wat anders. Maar alleen voor de stenen. Die er eerst afhalen en dan je freesmachine erop zetten. Want anders kost het je echt je freesbitjes. Oké. Oeh, ik zie mooie grote strafstenen. Ja, ik heb de grote strafstenen erbij gepakt. Die hebben we zowel in multicolor als in gewoon clear. Ja, de awesome crystals. Even mijn detailer 3 erbij pakken. Dan pak ik met mijn detailer 3 de gemstone gel en die verdeel ik. De nagel krijgt een diamanten kroontje. Ja. Okay.
Elisabeth zegt, voor de uitgroei van de komende periode heb je veel strasjes nodig. Ja, maar het stabiliseert het wel. Ja. Oké, die doe ik even aan de kant. Dan heb ik nog een wheel met de verschillende maatjes. En ook deze awesome crystals kun je winnen, hè? Als je meedoet en je huiswerk instuurt. Ja, er zitten volgens mij een heleboel leuke dingen in het pakket. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar al jullie creaties. Maar er valt echt een hele, hele vette prijs te winnen. En tussendoor had je de gemstone gel niet uit, hè? Je werkt lekker in de natte gel. Klopt. Zodat je die steentjes nog een beetje kunt corrigeren terwijl je bezig bent. Ja, op het moment dat ze nou toch nog niet helemaal naar mijn zin liggen, dan is het voordeel dat ik nog kan schuiven zolang de gemstone gel niet is uitgehard. Dus ik kan nog steeds blijven schuiven. Ik vind wel dat we het, heel vroeger deden we het ook nog wel eens met lijm. Ja, en met acryl, hè? En zeker met acryl. Als ik 3D bloemetjes deed, zet ik altijd de strastenen vast met een bolletje acryl. Ja. Dan was het ook wel zo makkelijk, omdat dat dan natuurlijk al op je tafel staat. Dat staat toch al klaar, ja. Alleen nadeel was van lijm, dat was dan met acryl iets minder. Het nadeel was van lijm dat je niet vast was vast. Dus als je hem erop deed, dan zat hij ook meteen vast. Ja. Het fijne van deze is dat je hebt aan de ene kant je wakstoeltje en aan de andere kant een dotting tool. En daarmee kan ik ook die steentjes nog makkelijk op zijn plekje schuiven. En heb je dit mooie tool nou niet? Ook die zit in dat pakket die je kunt winnen. Dus straks je huiswerk maken, vertel straks wat je moet doen. Terug naar Mirjam. Eentje. Lisette Schoenmaker zegt, die wieltjes lijken mij super handig. Ja, dat zijn ze. Dit is ook echt handig, hè? Om je steentjes in te bewaren. Ja, zeker. Ja, je kunt, we hebben deze in zakjes zitten, deze stenen, al deze maatjes. Dus ik knip het zakje open en dan doe ik ze per maatje apart in een bakje. Dus dat werkt echt heel erg handig. Oké, ik ga nog een paar bouillons erbij zetten. En voordat iemand anders het vraagt, stel ik de vraag, als jij nou zo'n nagel als deze maakt, hè, bij een van jouw klanten, want jij doet nog steeds klanten, hè Mirjam? Ja, het worden er wel steeds minder, want ik krijg het steeds drukker met lesgeven en de online dingen die ik natuurlijk ook doe. Maar jouw vraag is dan, wat gaan we hiervoor berekenen, denk ik? Ja, die vraag die krijg ik ook heel erg vaak. Wat ga je hiervoor berekenen? Nou, hou er een beetje rekening mee met wat je allemaal gebruikt. En natuurlijk hoe lang je hiermee bezig bent. Dus mijn advies altijd aan cursisten is, hoe lang ben je ergens mee bezig? Wat wil je per uur verdienen? Dat is niet een paar euro per uur. Dus hou er rekening mee dat je hier gewoon ook een net bedrag voor moet vragen. Stel je doet het in combinatie met een full color en 2 inlays. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, voor die nagels inlay vraag ik een x bedrag extra. Ik heb nu bijvoorbeeld verschillende steentjes erop geplaatst. Dan vraag ik niet per steentje een bedrag. Nee, ik vraag gewoon extra voor de nagel. Dus er komt bijvoorbeeld voor, nou ja, laten we zeggen, als ik uitga van een set van 10, er komen 4 inlays extra bovenop. Dat ik €15 extra vraag bovenop de set. Ja, dat is wel mooi. Ja. En het is best wel snel te doen als je het maar achter elkaar doet. Mirjam, jij verkoopt die strasswiels ook, hè? Ja, zeker. Hè? Dat vraagt namelijk Lisette. Stephanie Auburg maakt ondertussen een boodschappenbriefje voor als ik weer naar Linda Magnetic mag. Nou, je bent er altijd welkom. En Gemma, die heeft ook een bakje waar de steentjes in zitten. En die maakt straks eventjes een foto. Ja, super. Ja, die bullions maken het, hè? Ja, die bullions die maken het toch echt wel af. Die leg ik met mijn detailer 3 in de gemstone gel. Ik haal de overtollige gemstone gel, wat te veel is, haal ik weg. Zodat we geen bobbels overhouden straks. De gemstone gel doe ik 10 seconden in de lamp. 10 seconden omdat ik hem ook nog ga aflakken met topgel. En de volle tijd dan wordt 1,5 minuut. Dus eerst 10 seconden. 10 seconden. In die 10 seconden, ik hoor net van de regie in mijn oor dat we ook nog zo'n leuk straswiel gaan toevoegen aan de prijs die jij kunt winnen als jij je huiswerk maakt. Nou, ik denk dat jij intussen staat te popelen om te horen wat je huiswerk wordt en hoe je dat gaat doen, maar dat komt pas na het eindresultaat van deze nagel natuurlijk. Want ja, we moeten natuurlijk wel eerst zien hoe schitterend deze nagel is. Een flonkerende, schitterende, flikkerende nagel. Kijk mee. Ja, dit is het aha-moment, hè? Ja, dit is het moment. Oh. Ik ga hem aflakken met de Supreme Finish Top Gel. Da-da-da-da. En dan zie je het supergaaf effect. Ik duw ook de top gel nog tegen de stenen aan. Dus zo heb je en de gemstone gel en de top gel. Vanaf de sideshot zien we dat ook heel erg mooi. Kijk dan, kijk dan. Oh, wat een vette nagel.
Het lijkt ook wel een beetje groen en een beetje goud en een beetje rood en een beetje paars en een beetje oranje. Ja. En een beetje blauw. In de chameleon flakes zit echt van alles. En nu zet je dus de topgel echt tegen die strassrand aan. Ja, dus dubbel op. En de gemstone gel en de topgel. Nou, en dan is mijn ervaring echt dat het supergoed blijft zitten. Mijn klanten kunnen er echt minimaal 4 weken mee wegblijven. En als ze terugkomen, er is heus wel eens een steentje af. Maar over het algemeen zit echt met de gemstone gel en de topgel er tegenaan het echt supergoed vast. Ik zal nog een keer de andere designtjes laten zien die ik van tevoren al had voorbereid. Ja, heerlijk. De lange versies. Anja zegt, je glundert er helemaal van, Pepijn Borel. Nou, dat is zeker waar, want ik ben gewoon verliefd op dit soort. Ik vind dit zo mooi. Ja. Ja, dit zijn ook wel echt een van mijn favorieten. Ik vind die blauwe ook prachtig. Ja. Die andere ook hoor, maar die blauwe, ik hou van blauw en ik hou van... Oh, zo mooi. Ja. Ik heb ook nog korte versies. Dus zo zie je dat het ook op een korte versie echt mogelijk is. Zowel een lichte als een donkere versie. En daar heb ik de steentjes weer net even anders geplaatst. Dus ook dat is mogelijk. Ja, ik zou, als ik jullie thuis was, even lekker een screenshot maken hiervan. Dan heb je natuurlijk voor jezelf een leuk herinnering voor als je straks aan je huiswerk gaat. Dus screenshot, ik maak er in ieder geval wel één. En ik zie dat mensen hem echt prachtig vinden. Hartjes, hartjes, hartjes. Raymond, kan niet. Ik ben tikkertje aan het spelen hier. Raymond is tikkertje aan het spelen. Oh, spannend. Met wie? Ja, dat met weet tijger, ik. Met denk ik. Oh, die andere komt er natuurlijk ook nog bij, hè? Dus er zijn nog meer resultaten. Ja, die heb ik in het midden gelegd. Die hebben we net gemaakt. Wauw. Super, super gaaf. Ja, echt geweldig. Screenshot. Dit is wat ze bijna zeggen. Dit is Neilicious. Ja. Dit is gewoon... Huh. Ja. Ja, we noemen het ook wel eens anders. Maar ja. Ik weet niet of ik dat hier moet vertellen. Nee, dat doen we niet. Wat ik jullie wel ga vertellen is wat het huiswerk is. Wil jij nou dat mooie pakket winnen, waar dus al die dingen in zitten, dan moet je het volgende doen. Kijk mee en maak een screenshot, hè. Maak 5 verschillende inlay designs op Colourpops. Colourpops naar keuze, dus dat kunnen lange, korte zijn, of als je geen Colourpops hebt, hele lange tips, dan mag het ook op. Maak dan 5 verschillende inlay designs, gebaseerd of geïnspireerd door wat Mirjam hier laat zien. Dan hebben we wat regels. En deze regels kun je ook vinden in het bericht wat Wendy heeft vastgezet boven in de Nail Talk Live groep. Daarin kun je precies vinden wat de regels zijn en hoe je jouw certificaat kunt ontvangen. Want wat moet je doen? Kijk mee. Je hebt 1 week de tijd om je huiswerk te maken. Dat is omdat we heel veel verschillende workshops hebben tijdens corona. Dus we moeten het wel overzichtelijk houden. Stuur je huiswerk dan in via de link die je kunt vinden in het album Inlay op Colourpops. Dat is een album in de Nail Talk Live groep. En je moet via deze link je foto's uploaden. Maar je vindt deze link ook in dat vastgezette bericht van Wendy onder Mirjam Zwart. Is een link, daar ga je naartoe. En dan is het volledig geautomatiseerd. Let wel op, als je via Hotmail mailt, dan gaat dat niet goed. Je hebt een Gmail-account of een ander account nodig. Hotmail stoot af. Nou, vervolgens upload je daar je foto's. En uiteindelijk moeten deze worden geaccepteerd door de... ja, hoe heet zo iemand? De acceptant. Degene die het moet accepteren. Dat gebeurt tijdens kantooruren. En natuurlijk vinden we het ook leuk als je je foto's laat zien in de Nail Talk Live groep. Ik zie, mag het ook op je eigen hand? Dat denk ik wel, hè? Zeker, ja hoor. Shana, dan ben ik wel heel benieuwd wat je gaat maken. Ja. Heel benieuwd. En ik heb natuurlijk het pakket. Wat win je dan? Wat win je dan? Nou, kijk mee. Dit is het pakket wat je kunt winnen als je meedoet aan de challenge van Mirjam. Die tool... Dan al die strassenen, die 5 chameleon flakes en de gemstone gel. En dus het wiel om je strassenen in te bewaren. Dat allemaal krijg jij als jij meedoet met deze challenge. Nou, dat is toch een prachtig pakket, hè? Daar word je toch helemaal gelukkig van? Nou, ik word er in ieder geval wel gelukkig van. Ik word er nog gelukkiger van om het aan jullie te kunnen geven. Ik heb wel weer zin in een nieuwe nagel. Meer? Ja, we gaan door met de volgende. Ik heb alvast een paar dingetjes voorbereid, even snel. Ik ga een marble nagel maken en ik ga die maken met power gel. Het nagelbedje heb ik alvast voorbereid. Dit is eigenlijk hetzelfde zoals ik hem daarnet heb gedaan. Je kunt natuurlijk de keuze maken in nude of extender. Je kunt ook combinaties maken voor je nagelbed. Op 1 nagel nude, extender, extender pink. De pink dan bij de cuticle area bijvoorbeeld. Zo kun je een beetje mee spelen. En voor de French ga ik eigenlijk, mag je het niet helemaal een inlay noemen. Het wordt een marble French.
De kleurtjes daarvoor ga ik mengen met Power Gel. Power Gel Sparkle White. Dan ga ik nog een beetje Gel Polish Whitest White aan toevoegen om hem nog wat meer wit te maken. En dan ga ik nog een paar kleurtjes Gel Polish mengen met de Clear Power Gel. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik daar vervolgens een marble mee ga maken. Ja, dit is echt prachtig. Ik heb hem vanochtend natuurlijk ook al gezien. Maar ik vind die kleurcombinatie, het is zo mooi. Ja, hij is ook zeker te doen in andere kleurcombinaties. Maar ik hou hem toch nog een keer bij deze. Omdat dit wel zeker voor nu echt een hele leuke kleurcombi is. Maar denk ook aan bijvoorbeeld blauwtinten, roze tinten. Ja, meng het in verschillende kleuren. Want ook met deze nagel kun je eigenlijk alle kanten op. Ja, als het natuurlijk Jessica zou zijn, die zou het mengen met allemaal zwart tinten. Ja. 50 Shades of Black. Ik zie een aantal vragen, die moet ik eventjes beantwoorden. De belangrijkste vraag is, help, ik heb geen Hotmail. Wat moet ik nou doen? Maak een gratis Gmail-account aan. En dat Gmail-account kun je wel gebruiken om gewoon je foto's te uploaden. Even kijken. Sophie is heel aardig. Jullie zijn echt geweldig. Dank je wel, Sophie. Jullie helpen onze corona door. Ik ben echt al jullie afleveringen aan het herbekijken. Bedankt daarvoor. Wilde het even zeggen met een hartje. Dank je wel, Sophie. Het is ook altijd heel leuk om te doen. Cherise zegt, wat een prachtige achtergrond. Maar die zei eerder ook nog iets. En ik moet even terugkijken. Oh, nee, ja. Een andere. Oh, ik ben er eindelijk, zei ze. Inlay, dat moet ze natuurlijk zien, hè. Ja, superleuk. Cherise zonder inlay is onmogelijk. Oké, nou, ik ga in ieder geval nu weer even terug naar ik neem me helemaal over. Naar meer. Ja, ik ben de gel polish kleurtjes aan het toevoegen. Aan het toevoegen aan de Power Gel Clear. Dus ik heb allemaal bolletjes Power Gel Clear op mijn palet gelegd. En daar ben ik nu gel polish bij aan het toevoegen. Oh ja. En dat is de Power Gel Clear, hè? En de Sparkling White. De Sparkling White met een beetje Whitest White gel polish. Aha. Omdat ik hem wat witter wil, maar ook een klein beetje van die glitter. Ik heb de gel polish van de nieuwe glittercollectie. De kleur die ik nu heb gebruikt is de Rosé, dus de Isabella. Black is Black, Chocolate Delight en de Powder Brown. Nou, dat ziet er toch wel heel interessant uit. Ja, niet te veel gel polish gebruiken, want ja, het blijft eigenlijk best wel goed gepigmenteerd. En het mag ook wel iets van een beetje transparantie hebben als je dat leuk vindt. Geeft ook weer een ander effect. Dan ga ik ze mengen. Niet roeren, maar omspatelen. Om te voorkomen dat het vol gaat zitten met luchtbellen. Dus ik spatel hem om. En zo kun je goed de kleur erin vermengen. Je kunt dit ook al maken van tevoren. Dus stel je wilt zo'n design maken en een beetje tijd besparen. Maak ze dan van tevoren. Bewaar ze bijvoorbeeld in een zo'n box. Daar hebben we boxen voor. Je kunt het ook in mixing jars doen. Die zijn wat groter. Dus als je wat grotere hoeveelheden kleur wilt gebruiken, dan kun je ze ook daarin bewaren. En dat scheelt je ook weer tijd. Ja, die tijd hebben we nu. Dus als je het leuk vindt, dan kun je nu alvast de tijd weer benutten ook om die kleurtjes van tevoren gewoon alvast klaar te maken. En je hebt eigenlijk maar heel weinig nodig, hè? Ja, je hebt er echt niet zo heel veel voor nodig. En zou je dit dan combineren met de op de naastliggende nagels met een van de kleuren die je op je palet hebt liggen? Ja, dat zou je kunnen doen inderdaad. Dat is natuurlijk, geeft een leuk effect. De een vindt het leuk om alle nagels inlay te doen. Nou ja, dan ben je daar natuurlijk wel wat meer tijd aan kwijt. Maar het is zeker ook leuk om in combinatie te doen met een full color. Dus het kan zowel zwart zijn als bruin zijn. Het is net wat je... Ja, wat je eindresultaat mag worden. En kijk uit dat je niet te veel gel polish gebruikt, want dan heb je kans dat het heel vloeibaar wordt. Een klein beetje is genoeg. En je kunt er natuurlijk, als je hem toch nog iets gepigmenteerder wil hebben, altijd nog een beetje gel polish aan toevoegen. Ik heb deze ook wel met de pigmenten gedaan. Geeft ook een heel leuk effect. Neonpigmenten wordt super gaaf. Chroompigmenten, dat zou ik niet doen, want dan krijg je uithoudingsproblemen, is mijn ervaring. Ja, dat is een hele goede opmerking van je. Jessica vraagt, als je niet met gel werkt, mag het dan met gel polish? Ja, ik ben heel benieuwd hoe je dat dan gaat doen, natuurlijk, voel je vrij. Ik ben heel benieuwd hoe je dat dan gaat maken en hoe je dat dan gaat egaliseren natuurlijk. En Elisabeth Nijland vraagt aan Wendy, kan het wel vanuit Ad Cello?
Ik weet niet, is dat lekker om te eten? Is dat, ik weet niet. Danny kent het niet, zegt ze in mijn oor. Ik denk het wel hoor. Oké, nou, ik denk dat alles is gemengd. Ja. En dan, wat gaan we dan nu doen? Nou, ik heb een kolenpopje voorbereid, zoals ik al aangaf. Dus nagelbedje is klaar en in model geveild. Nu ga ik de kleurtjes op een rijtje leggen en dan pak ik ze met mijn spatula op. Schep ik hem in één keer op en dan plaats ik hem op de nagel. Ik pak een beetje wit. Die plaats ik als eerst. En de volgorde maakt niet zoveel uit, dus kijk wat je leuk vindt. En ze mogen ook best een beetje door elkaar. Dus als je spatula een beetje vies is van de andere kleurdoog die je daarvoor had gepakt, dat geeft allemaal niet. Oké. Dan schep ik hem in één keer op met mijn spatula. Geen één nagel wordt hetzelfde. Alle nagels worden anders. Dan plaats ik hem met mijn spatula. Ik gebruik nu wel een ander penseel. Omdat ik er glittertjes in heb zitten, ja, gebruik ik nu een penseel die ik ook gebruik voor mijn glitters. Want anders dan komt er in mijn penseel die ik gebruik voor de nagelbedjes ook glitters. En dat wil ik niet, want ik wil de nagelbedjes graag zonder glitters. Dus een Oval 8 gebruik ik nu. Ja, cool. En dan ga ik hem voorzichtig verdelen. Ja, en het voordeel van power gel is natuurlijk dat die kleuren mooi zichzelf blijven. Ja. Anders gaat het natuurlijk heel, er kan het sneller gaan doormengen. Ja. Ja, dus eigenlijk is het nu een kwestie van de bol pletten. Niet te veel in elkaar schuiven, zodat je ook dat marble effect overhoudt. Ja, het is echt cool. Het lijkt ook wel een beetje een gemstone. Leuk ook vind ik voor ondergronden, voor ook voor een design er eventueel nog bovenop. Wat ik eerder heb gedaan, die kan ik straks nog wel even laten zien, is een acrylnagel op deze manier wat gemaakt. Wat nu mis je dus een beetje, hè, zie ik. Ja, aan deze kant ga ik ga gewoon nog een keer hetzelfde doen. Ja. En nou ja, zoals ik net al aangaf, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je pakt, wat je gebruikt. Maar heb je dan, je hoeft hem niet tussendoor uit te harden? Nee, dat zou ik niet doen, want dan kun je ze nog mooi in elkaar blenden. Dan leg ik nog een bolletje daar waar ik hem nodig heb. Mm-hmm. En ook nu werken we natuurlijk weer op een lange nagel. Dus doe je dit op een korte nagel, dan was één zo'n bol ook echt genoeg geweest. Ik vind het ook altijd wel leuk om te showen op een lange nagel. Omdat je klant dan ook kan zien wat, het, wat er allemaal mee kan. Ja, ik vind het ook altijd heel mooi overkomen op een lange nagel. Ja. En ja, als ze het realistische willen, dus hoe ziet het er dan uit om een korte nagel, dan leg je ze gewoon naast elkaar. Dan maak je zowel een korte als een lange versie. Femke van de Snapscheut zegt, ik ben net 2 uur bezig geweest met het opvullen van mijn moeilijke hand. Morgen mijn andere hand. Nu lekker inlees kijken. Wat wordt het weer mooi, Mirjam? Zelfs in een andere kleur dan roze. Ja, nou, wie had dat gedacht? Out of my comfort zone. Geen roze. Nou is dit design natuurlijk ook super vet in roze. Dus ik zal hem zeker nog een keer in roze maken. En nu bouw je ook eigenlijk al die hele bolling in de nagel, hè? Ja, klopt. Ik ga hier ook verder niks meer overheen zetten. Ik laat deze zoals die is. Ik zou hem niet te dik bouwen, dus pas wel op dat je hem niet heel hoog opbouwt, zodat je geen problemen krijgt verder met je uitharding. Maar eigenlijk kunnen we hem, als we hem zo meteen uitgehard hebben, meteen alweer veilen. En dan verandert het design iets, want je gaat natuurlijk iets dieper. Ja. Maar de kleuren blijven mooi naast elkaar zitten. Ja, zeker. Ach, Linda Magnetic kijkt en zegt, hoi, even snel meekijken. Veel succes, Mirjam. Oh, wat lief. Hallootjes. Oké, ik vind hem zo goed liggen. En dan ga ik hem uitharden, 1,5 minuut in de lamp. Ja, het is een hele mooie winterse nagel dit. Ja. Even een beetje ruimte maken, zodat ik zo meteen ruimte heb om te veilen.
Mieke zegt, wat een prachtige kleurcombinatie voor deze tijd van het jaar. En Stephanie Alburg zegt, dit geeft eigenlijk een heel natuurlijk effect. Mooi, ja, dat vind ik ook. Het is een heel, het loopt heel mooi in elkaar over. Even kijken. Niels Baelvi zei, die was er uitgegooid. Oh. Maar je bent weer terug. Hi. Nou, ik weet niet hoe dat kan. Ja, soms zijn er wat storingen. Hè? Er zijn best wel wat opmerkingen over het uploaden van de foto's voor het huiswerk. Maar Wendy is die aan het beantwoorden. Lees dat gewoon rustig eens na in dat bericht bovenaan de groep van Wendy. Waarin precies staat wat je moet doen. En Mandy, even snel meekijken op de parkeerplaats. Veel succes nog. Nou ja, jij reisde dan nog, hè? Ik wil het, zegt Laris. Oh. En Cerise zegt, ik zou zelfs zeker juist deze kleurcombinaties kiezen. Maar die houdt natuurlijk ook van dat wat meer naturel. En Linda zegt nog net tegen ons, Joni zegt ook hallo. Hi Joni. Zeker druk aan het tellen allemaal. Veel te doen in deze laatste dagen voor de kerstsluiting. Wij gaan natuurlijk wel gewoon door met het geven van deze e-workshops, maar daar vertel ik zo direct wat meer over. We moeten eerst even kijken wat zo direct het eindresultaat is. Als je Sparkle White hebt, kan je dan een beetje glitters erdoor doen? Als je geen Sparkle White hebt, kun je er dan een beetje glitters heen doen? Ja hoor, dat kan. Dat is geen enkel probleem. Zou ik er altijd wel een beetje clear ook aan toevoegen. Want puur wit en je doet daar glitters in, dan dekt het witte pigment de glitter weg. Maar heb je wit, een beetje clear en dan glitters, dan heb je genoeg transparantie, zodat je toch de glitters kunt zien. Nou, laten we weer gaan kijken hoe ze deze naag een mooie model gaat brengen. Ja, hij is uitgehard. 1,5 minuut. Als je hem niet te dik opbouwt, dan is 1,5 minuut voldoende. Want ja, de power gel hard gewoon goed uit. Is hij wel dikker, hard hem dan misschien iets langer uit. Dan ga ik hem weer in model filen met 180 grit vuil. Vind je 150 fijner, kan dat natuurlijk ook. Hè? Dus doe waar jij je goed bij voelt, doe wat jij prettig vindt. En dan nog eventjes buffen en dan ga ik hem afvlakken voor het eindresultaat. Eerst even filen. Ik hoor in mijn oor van de regie, oftewel Wendy, dat als je nou problemen hebt met het uploaden van jouw huiswerk, dan kun je Wendy gewoon ook een persoonlijk bericht sturen op Facebook, Wendy Koens McNavick. En zij helpt je dan verder. Hou dan wel een beetje rekening met openingstijden. Hè. Dus ga daar nou niet om 12 uur 's nachts dan appen. Want dan, dat is een beetje laat dan. Gewoon een beetje in redelijkheid. Je kunt ook altijd mij een bericht sturen als het niet lukt. Alleen dan zeg ik, ja, contact even Wendy, want ik weet niet hoe het werkt. Ja, ja, dat is de andere dingen kun je me wel altijd voor bereiken, hè? Dat weten jullie hopelijk wel. Nou, ik krijg in de comments, het lijkt wel een chocolaatje. Nou, dat klopt. Een soort chocotof effect krijg ik hier. Chocotof meets cheesecake. Lekker. Of zou ik gewoon honger hebben? Heerlijk. Het white block is alweer aan de beurt. Je hoort dat, hè? Een andere vuiltechniek. Dus ik denk dat we zo direct weer dat aha-momentje gaan krijgen. Laten we gaan kijken. Ja, hij is bijna zover. Ja hoor. Goed opletten met filen. Ik merk het nu ook al dat ik hem wat beter moet ondersteunen. Ja, dat anders breekt die kolenpop door. Anders breekt de kolenpop. Ach, is ook leuk. Dan vuil je hem rond bij de cuticle. Doe je hem leuk in een tipdisplaydoos. Precies. En dan heb je superleuke voorbeelden. Op een hele leuke manier. Een beetje stof vrijmaken. Oké. En dan ga ik hem afvlakken. Hier heb ik dus verder geen kleur overheen gedaan. Na het uithouden van die kleuren kun je hem meteen gaan filen en dan blijf je dat effect houden. Ik vind een mat ook hoor leuk als ik dat zo zie. Daar nog een heel klein beetje, dus dan moet ik hem heel even nog een beetje filen. Mat is zeker ook leuk. Zullen we deze mat doen? We hebben al twee glimmende. Ja, oh dat is leuk. Het is toevallig dat ik er zo naar zit te kijken dat ik denk, oh wat ja, leuk. Ja, maar het is zeker leuk. Ik heb ook nog een leuke marble met folie gedaan. En die had ik ook mat afgelakt, dus dat geeft zeker ook een mooi resultaat. Oké. Goed. Stephanie Alburg lacht en zegt, ja hoor, het gaat alweer over eten. Ja, sorry. Ik zal me inhouden in de volgende live. Of misschien gewoon wat iets meer eten voor de live. Heerlijk. Ja. Oké, de Extreme Matte Finish ga ik dus gebruiken. Ja. Dus dan hebben we nog steeds wel dat aha-momentje hier van hij glanst en je ziet alle dingetjes. Oh. Ja, dit is dus het resultaat als hij zou glimmen. Het is ook wel erg mooi hoor. Ja. Ik ben benieuwd als die mat is. De mat finish doe ik als het eindresultaat mat moet zijn, wel 1,5 minuut in de lamp. Als tussenliggende laag voor een design doe ik hem meestal 30 seconden, maar omdat hij nu mat finish mag worden,
doe ik hem 1,5 minuut. Even dichtdraaien. Elisabeth Nijland, je zegt, je haar zit hartstikke leuk pijn. Zelfs nu de kappers groot zijn. Nou, dankjewel. Ja, ik dacht vanochtend, dus laat ik eens een beetje moeite doen. Maar ik ben echt niet bij de kapper geweest hoor, echt niet. Ik zou niet durven. Maar ik dacht wel van, nou, als ik nou eens een keertje gewoon een beetje meer effort erin steek. En het is iets minder, nou ja, in ieder geval, dankjewel. geweldig deze, zegt Danielle Ubink. Prachtig, zegt Mieke. 3 chocolade-ijs, zegt Cora. Francis, die komt met opmerking, misschien als het heel druk is dat het upladen niet meteen gaat, want dat had daar wat moeite mee. Nou, het is ook een nieuw systeem, we hebben dat systeem laten maken om het certificaatproces te automatiseren, omdat anders mijn collega Katri is toch echt wel zeker 1 week per 2 weken bezig met al die certificaten. Dus om dat wat beter te stroomlijnen, en we hebben dat nu ingezet, omdat we zeker in de komende weken, hebben we natuurlijk, zijn we op kantoor gesloten, en Wendy en ik zijn hier dan wel die e-workshops aan het doen, maar dat betekent dat we nog wel een beetje van die upload dingetjes daartegen aanlopen. Maar we zijn alles aan het fine-tunen, en Wendy heeft de halve zaterdag besteed aan ontdekken hoe het nou het beste kan. Dus ja, soms zijn dat soort dingen, er wordt mee geconfronteerd. Linda zegt, supercool, we gaan weer verder met tellen. Tel ze, heel veel plezier allemaal. Love it, Mirjam, zegt Laris. Geweldig, zegt Imka. Prachtig, zegt Sylvia. Super gaaf design weer, zegt Jamina. Nou, super lief allemaal. En Sophie de Pauw zegt, ik heb zelfs besloten om na corona mijn salon te heropenen met magnetic producten. Dus echt van merk te switchen. Dus jullie leggen alles zo goed uit. Nou, dankjewel, dat is heel erg leuk om te horen. Dankjewel. En Joey, de moeder van Wendy, zegt, wow, supermooi. Nou, we gaan kijken, we gaan kijken, we gaan kijken. Tadaa, ik heb ze even op een rijtje gelegd. Oh, maar dat is niet eerlijk. Nee, dit is degene die net uit de lamp komt, de matte versie. Ja. En zowel de glimmende versie. En deze heb ik al eens eerder gemaakt en die heb ik met folie gedaan. Dus dat is ook een heel leuk effect. Ook een marble effect, maar toch weer even anders. Wat ik zelf ook leuk vind, is om als ondergrond te gebruiken. Deze heb ik met acryl gedaan, maar eigenlijk hetzelfde idee. Alleen leg je dan de acrylkleuren op elkaar, wat natter. En dan ga je hem mooi modelleren. En daar heb ik dan nog een acryl 3D bloem op gezet. Ja, heel mooi. Dus ook voor een ondergrond, als je er nog iets op wil maken, ook heel erg leuk. Nou, allemaal verschillende marbles. Weer een design, niet echt een inlay, maar wel een French design. Dus ik denk dat we voor de volgende maar weer voor een inlay moeten gaan. Ja, ik vind met name die witte ook echt prachtig. Die daarnaast, Mirjam kwam hier vanochtend en ik zei, oh, die is mooi, hoe heb je dat gedaan? Toen zei ze met folie, toen zei ik nee, toen zei ze ja, toen zei ik nee, toen zei ze ja. Ja, dat was echt gewoon geweldig. Ja, echt maar dan moet je mooi. Dus bij Mirjam terugkijken. We gaan even kijken naar welke workshop jullie allemaal kunnen verwachten met mij, met Wendy en met welke trainers het allemaal zijn. Aanstaande maandag is de eerstvolgende en dat is met onze enige echte eigen Syriza. En Syriza gaat laten zien hoe je Easy Floral Nail Art gaat maken. Ze gaat one-stroke technieken gebruiken, gels, nou allerlei verschillende technieken om hele mooie, snelle en easy bloemen te maken. Nou, we hebben natuurlijk nog veel meer daarna. Kijk mee naar het overzicht. En als je wil, maak een screenshot op dus vandaag Mirjam, volgende week maandag Syriza. En op woensdag 30 december ben ik aan de beurt en ga ik 3D acrylbloemen maken. Net als vroeger, heel veel verschillende. En dan is Jessica er om jullie vragen door te zetten. Linda Verkooyen, maandag 4 januari met Easy Glitters en Sugar Effecten. Woensdag 6 januari Deborah van Zwol met Realistic Animals. Nou, als jij de papegaai hebt gezien van Deborah of de spin, dan weet je dat zij als geen ander dat kan maken. Vrijdag 8 januari gaat Wendy hier zitten en dan gaat zij een flonkerende, schitterende, prachtige stiletto nagel maken. En zit ik achter de knoppen om te schakelen. Maandag 11 januari is de beurt aan Sylvana Huiberts met Crystals en Bullions. Gaat zij allemaal mooie ornamenten maken. Woensdag 13 januari is het de eerste keer dat we live gaan met Michelle Taribuka. En zij gaat 3D gel ornamenten maken. Nou, als je het in de groep hebt gezien afgelopen weekend, dat paard met die manen. Nou, het is prachtig. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat doet. Vrijdag 15 januari Annelies de Brabander en zij gaat cartoon designs maken. En dan is Jessica er om jullie comments te doen. En maandag 18 januari, vlak voordat we hopelijk weer open mogen, Cheryl met seduction en verkooptechnieken. Cheryl heeft zich ontzettend ontwikkeld tot saloncoach, businesscoach. En zij heeft allemaal ideeën hoe jij makkelijker en efficiënter aan verkoop kunt doen naar jouw klant. Dat heeft allemaal te maken met goed luisteren wat jouw klant vertelt en wat jouw klant nodig heeft.
adviseer nooit iets wat ze niet nodig hebben, maar adviseer wel wat ze wel nodig hebben. En hoe, dat gaat Cheryl je allemaal uitleggen. Dus een hele drukke paar weken voor de boeg, ontzettend leuk. En ik zie dat Lisette het allemaal al in de agenda heeft staan. Super gaaf dat jullie dit allemaal doen. Ja, ik vind het ook allemaal heel erg leuk. Het is iedere dag om 2:00. Misschien een keertje om 1 minuut over 2 of 1 minuut voor 2. Maar 2:00. En er is eigenlijk geen eind aan de dag. Totdat de trainer tegen mij zegt, nou, dat was het. En dan is het eind bereikt. Oh jee. Even kijken. Zou je nog een keer het huiswerk willen noemen? Vraagt Sylvie. Ja hoor, het huiswerk is 5 verschillende inlay designs maken op Colourpops. 5 inlay designs op Colourpops. Net zoals Mirjam dat nu laat zien. En even kijken, hier hebben we het ook nog. Oh, we hebben de hele PowerPoint in beeld. Ach, zo gaat het wel eens verkeerd fout. Ik hoor al in mijn oor van Ben. Oh, sorry. Nou, 5 verschillende inlay designs op Colourpops. En ook Cora zegt, toch lekker de e-workshop afspraken noteren in de mooie magnetic agenda. Ja, helemaal goed. Stephanie, jij zegt, die van Cheryl kijk ik erg naar uit. Ik ben niet zo zakelijk. Nou, ik weet zeker dat je veel zult hebben aan de tips van Cheryl. Ik denk dat we wel weer even naar lekkere inspiratie willen gaan. Of is dat deze, gaan we nu met de balmaské aan de slag? Ja, de balmaské heb ik inderdaad klaargelegd. Dus doen we eerst de commercial of daarna? Ja, dan doen we eerst eventjes lekker de commercial van balmaské. Samen met Romy en Gil even balmaské. Tot zo. Ja, leuk hè. Ik zie ook de reacties. Oh ja, wat zijn ze mooi. Ik zie ook iemand een discussie over matte-effecten. Dat niet alle klanten dat mooi vinden. Nou, ik moet ook eerlijk bekennen. Toen ze in eerste instantie vroegen om een matte topgel, dacht ik, wat willen ze nou? Ik doe mijn uiterste best om die nagel tot glans te krijgen. En dan beginnen de trainers over een matte topgel. Maar ik ben het steeds mooier gaan vinden. Maar goed, in ieder geval, deze balmaské glittercollectie. Was natuurlijk prachtig voor de feestdagen, helemaal lekkere glitternagels. Maar je kunt ze dus ook in de nagel gebruiken als inlay. En hoe dat zit, dat gaat Mirjam ons laten zien. Dus ik ga erbij zitten en ga meekijken. Ja, ik heb er een paar voorbereid. Ik heb natuurlijk nu een paar lange nagels laten zien. Maar misschien is het ook wel leuk om deze op een korte versie te laten zien. Dus dat ga ik doen. Nagelbedje heb ik voorbereid. Zodat we eigenlijk meteen weer verder kunnen. Hier zie je een aantal verschillende versies. Nou, super glitterig. Echt, ik ben er helemaal gek van. Super glitterig en heus niet alleen maar met de kerst hoor. Dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Het nagelbedje wat ik heb voorbereid, heb ik weer gedaan met de powergel. Strak gevuild, dus we kunnen meteen aan de slag. Nou, zoals ik vertelde, we hebben nu wel een korter stukje om op te werken. Dus ik ga de kleurtjes vanaf een paletje doen. Ik ga de gel polish Jolly en Isabella gebruiken. En ik ga ze nu vanaf mijn palet pakken.
Als je dit op een kortere nagel doet meteen vanuit het flesje, dan ben ik bang dat de hele nagel eronder zit, of de hele vingers eronder zitten. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus een klein druppeltje op mijn palet. Dan pak ik mijn detailer 3. En dan begin ik met de Isabella. En het fijne van deze glitters vind ik eigenlijk dat ze als meteen, nou ja, zeker voor een inlay, dekkend genoeg zijn. Wij hadden al bedacht dat op het moment dat we zometeen weer mogen, iedereen gewoon eind januari met de kerstnagels moet. Ja. Dus we gaan gewoon eind januari een inhaalslag maken en iedereen mag dan nog even lekker voor de kerstnagels. Feestnagels worden het dan in plaats van kerstnagels. Nou, daar passen deze glitters toch helemaal bij. Ik pak meteen de volgende kleur, die leg ik dan op de rest van de extension edge. En zo met mijn detailer 3 kan ik het gewoon beter verdelen. Ja, als het een lange nagel zou zijn, zou je het met het kwastje doen. Kwastje uit flesje kun je dan gebruiken, maar ja, voor een korte nagel dan... Ik denk dat het misschien een beetje een knoeiboeltje wordt. En ze dekken ook echt heel mooi, hè? Ja, ik heb hem helemaal niet zo heel dik aangebracht. En je ziet dat hij eigenlijk al meteen dekkend is. En zo loopt hij van wat warmer naar dat koele gouden toe. Ik doe hem 10 seconden in de lamp om ervoor te zorgen dat hij even vast zit. Want ik ga er nog meer glitters aan toevoegen. Je denkt, het kan niet glitteriger. Dat kan heus wel. Dus we doen er ook nog wat metal inlay glitters bij. En daarvoor pak ik weer een beetje building base op. En omdat hij dan weer in de lamp gaat, is het nu voor even 10 seconden genoeg. Dus hij staat vast en dan gaat hij straks nog een keer. En dan had ik nog een beetje building base op mijn palet, dus die pak ik gewoon weer op. En die leg ik neer daar waar ik de inlay wil. En je zult zien dat als je die inlay metals gebruikt, dat je echt verschillende schitteringen krijgt. Ook omdat het, er zitten grotere stukjes en kleinere stukjes in. Ja, ze zijn echt heel erg mooi. Ik vind ze echt prachtig. Ik heb Cora van Dongen zegt feestnagels in heel 2021. Goed idee. Cora zegt wel kakstrak, hè, Meer? Zeker kakstrak. Ik ben gek op kakstrakke nagels. Even kijken of mijn glittertjes goed liggen. Nou, je ziet als ik hem nu beweeg, dat je echt dan meer kleurschakeringen krijgt. En dat vind ik zo leuk aan die inlay, metal inlays, om die te combineren. Ja. Nou. Je gebruikt wel een beetje dezelfde kleur, hè? Ja, je kunt er ook voor kiezen om een kleur te gebruiken die wat afsteekt. Hè? Dus eentje die er dan nog weer van afknalt. Maar in dit geval kies ik ervoor om een kleur te gebruiken die er gewoon bij in de buurt komt. Maar door die holographic glittering die erin zit... Een holographic shimmering. Shimmering, dank je. Oké, dan doe ik hem weer eventjes 10 seconden in de lamp. En dan ga ik hem zo cappen. Dit keer met de builder gel clear. Dus niet met de power gel clear, maar met de builder gel clear. En je kunt ook, als je bij jou in de workshop deelneemt, Mirjam, gewoon met het product naar keuze cappen. Hè? Dat zou eventueel bijvoorbeeld ook met acryl kunnen, acryl clear. Ja, nou gaat mijn voorkeur ernaar uit om dat niet met acryl te doen. Wat ik wel heel veel doe, ook in de praktijk, is het nagelbedje maken met acryl. Omdat ik die niet altijd hoef na te veilen. En dan het cappen van de extension edge te doen met clear gel. En het voordeel daarvan is dat gel echt heel mooi transparant is. Dus ik maak zeker ook wel de combinatie van acryl en gel, acryl en power gel. Dus eigenlijk, ja, ik gebruik heel veel producten samen met elkaar. Dus als je dan komt en je gebruikt alleen acryl, dan wil ik je zeker ook wel helpen met het aanbrengen van de gel. Zodat je ook op die manier kunt gaan werken en een hele mooie inlay creëert. Maar werk natuurlijk altijd met de producten die jij het fijnste vindt. Want ja, ik stap af en toe even uit je comfortzone. Maar ook lekker gebruiken wat je fijn vindt. Okay, ach, hè? Annabel natuurlijk. Annabel Espinoza, doei. Ik ga verder vieren. Ja, van harte gefeliciteerd natuurlijk nog met een vriendin. Ik kijk later terug. Ja, nog van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag nog. Tot snel. Jij gaat met een detailer nummer 3 werken, hè? Ja, de detailer 3, die pak ik, daar pak ik mijn gel mee op.
En dat is ook echt super makkelijk om daar zo mee te werken. Ja, dat is echt heel handig om mee te werken. Ik pak hem op, ik schuif hem van mijn penseel af en ik verdeel hem. En ook nu, omdat we, nou ja, ook op lange nagels, maar zeker ook op korte nagels, is het gewoon fijn om dat op deze manier te doen. Omdat je hem heel, ja, mooi kunt verdelen op deze manier. Nou, je hebt heel veel controle erover. Ja. Een vraag van Mieke. Kan het ook met topgel uit de pot? Topgel uit de pot om hem te cappen, bedoel je? Ja, dat denk ik. Als het een korte verlenging is, denk ik wel. Ja, dan moet hij inderdaad niet te lang zijn. Nee, want anders is hij natuurlijk te vloeibaar, die topgel. Dus dat, als hij te lang is, dan vloeit hij te ver uit. Mag je voor die inleednagels voor het huiswerk zelf kijken welke kleuren je gebruikt? Vraagt Marielle. Jazeker, dat is zelfs het leuke. Op basis van onverwachte en bijzondere kleurcombinaties kiezen wij ook de winnaars. En die winnaars kunnen dat prachtige pakket winnen natuurlijk. Dus je mag zelf kiezen hoe je het combineert en wat je combineert met elkaar. Verras ons, zou ik zeggen. Ja, leuk. Even onder de kop op zijn kop houden, is ook altijd handig, hè? Ja, als je hem op zijn kop houdt, dan zorg je ervoor dat die kwapjes, zeg ik altijd, de kwapjes aan de zijkant, een beetje weer terug levelen naar het midden van de nagel. Ja, en Cheryl merkte op, wat een glans. Ja, door die clear gel eroverheen zie je ook al echt het eindresultaat, hè? Ja, super gaaf, hè? Oké, ik doe hem in de lamp, 1,5 minuut. En dan ga ik hem zo meteen in model veilen. En natuurlijk nog even aflakken voor het eindresultaat. Ja, en dan ga ik denk ik nog maar eens een keertje naar de huiswerkregels. En wat je dan moet doen. Nou, het huiswerk is, zoals ik het al heb genoemd, 5 verschillende inlaynagels. Inlaydesigns op Colourpops of op lange tips. Colourpops maakt niet uit, lang, kort of stiletto, maar 5 verschillende inlaydesigns. En wat moet je dan doen? Nou, dan gaan we naar de regels. In de regels staat, je hebt een week de tijd om je huiswerk te maken. Nou, dat moet lukken, die 5 nagels. Dus tot 28 december. Stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Inlay op Colourpops. Of, de link kun je ook vinden, in het vastgezette bericht van Wendy boven in de groep waarin het reglement staat. Daarin staat hoe je moet uploaden en wat je daarvoor moet doen. En waar je dat moet doen. En plaats ook de foto's alsjeblieft in de Nail Talk Live groep om elkaar te inspireren. Nou, dan kiezen we natuurlijk een winnaar. En die winnaar krijgt een geweldig pakket. Laten we dat pakket eventjes bekijken. Want dit zit er in het pakket. Een strasswiel, de Awesome Crystals, de Wax Picker Upper, de 5 verschillende kleuren Chameleon Flakes en de Gemstone Gel. En we gooien er ook nog leuk het wiel bij waar je al die strasstenen in kunt doen. Nou, toch helemaal prachtig. Ik vind dat ontzettend leuk. Wat is dit nou? Ik weet niet eens wat er achter Pepijn is. Ik kijk altijd naar hem, aangezien er altijd wel een arm of een hand wappert. Oh ja, dat is waar. Ik hou van praten met mijn handen. Ja, sorry. Ja, dat ben ik nou eenmaal. En mijn aandacht gaat steeds naar zijn megaring. Ja, leuk hè. Ik dacht, ik doe ook eens een keertje een glimmertje aan. Dat past wel hier bij de achtergrond. Nou, Sheila, we hebben net verteld wat het huiswerk is. Dus dat komt helemaal goed uit dat jij daar nu naar vraagt. Wij gaan kijken naar onze enige echte eigen Mirjam. Ja, hij is uitgehard. Ja, ik moet hem nog veilen, maar je ziet eigenlijk meteen al met die clear gel hoe mooi de inlay zo meteen gaat worden. Ik ga hem in model veilen met een 180 grit. Ja, en gel veilen is zo makkelijk, hè? Ja, dat gaat vrij makkelijk. Zacht product, dus dat veilt heel erg lekker. Ja, en het nagelbed is al geveild, dus het is eigenlijk alleen maar een beetje corrigeren. Ja. Ja, het is eigenlijk egaal maken van je nagelbedje met die vrije rand. Het begint hier erg te regenen. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. En ik hoop ook dat je lekker warm binnen zit natuurlijk. Want ja, als het regent, dan is het wel lekker als je er een beetje warmpjes bij zit. Sylvia zegt, zo mooie nagels, ik hou van inlay French. Ja, ik ben ook echt gek op inlay French. Ook als ondergrond, hè. Want vroeger, heel lang geleden, toen ik nog een paar kilo lichter was, deed ik ook dit soort nagels in de salon. Maar dan was dat de basis voor alle nail art die daar dan nog bovenop kwam. Bloemen, 3D zoals Mirjam net liet zien, maar ook handpainting, vlinders, noem het maar op. Van alles. Dus ja. Dat is wel iets meer. Het is nu de nagel zelf die de hoofdrol heeft. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want het is ook die nagel, die is gewoon zo cool. Ja, je bent klaar, hè? Ja, we kunnen hem aflakken. Aha, momentje.
En ik ga hem weer aflakken met Supreme Finish. Ja, mooi. Een subtiel, maar ook mega heftig effect, hè, met die leuke metal inlays. Ja, omdat ik de kleuren nu een beetje dichter bij elkaar heb gehouden, maakt dat het wat subtieler. Maar ze, ja, het glittert natuurlijk wel heel erg. Deze is trouwens ook heel erg leuk om een full color te maken. Je kunt hem een ombre geven, dus de donkere kleur en de lichte kleur. En dan over laten lopen en dan ook weer met die grove glitters eroverheen. Het zijn platte glitters, dus je kunt hem heel makkelijk ook gebruiken voor een full color. Ja, en Elisabeth Nijland zegt, misschien is het ook mooi met de Diamond Dusters Top Gel. Dan zou die dat niet net te ver wegdekken? Ja, je kunt het natuurlijk proberen. Nooit als je hem heel dun lakt misschien, ja. Lisette, jij vraagt, komt er bij jou ooit nog geen stiletto's, Pepijn? Nee, die tijd is nu wel geweest. Ik vind kort en kort heel erg lekker. Maar ik blijf het wel de mooiste nagelvorm vinden. En ook echt mooi op lengte, mooi smal. Blijf ik echt prachtig vinden. Nou, iedereen is enthousiast. Chantal Kuiper, hi Chantal, zegt supermooie combinaties. Geweldig, zegt Mieke. Wat is het prachtig. Ja, iedereen vindt hem heel erg mooi. En vooral de combinatie vinden ze heel mooi. En heel mooi passen bij het jaargetijde. Ja, zeker. Ja, het zijn echt wel de kleuren voor nu. Dus ja, daarom heb ik er ook een beetje voor gekozen om deze kleuren nu te gebruiken. Maar zeker ook leuk dadelijk in het voorjaar om ook weer deze glitters te combineren. Bijvoorbeeld met een effe kleur. Dus dat je een effe kleur tegen je muurtje van je nagelbedje aanzet. En dan hem uitlaat waaien als het ware dan met die glitters. Dus ja, je kunt er dan ook weer een ander effect aan geven. Nou. En Cora vraagt, kun je met balmaské ook een marble effect maken? Maar ik denk dat als je dat doet zoals je dat toen net deed, in dat marbelen met dat powergel, dat dat natuurlijk moet kunnen. Ja, ik zou er wel een combinatie van maken en glitters en effe kleuren. Want anders dan wordt het geheel wel heel erg, dan krijg je allemaal glitters door elkaar. Dus ik ben bang dat je dan je marble een beetje verliest. Dus dan zou ik er wel een combinatie van maken. Maar probeer het misschien dat je als je alleen de glitters gebruikt en je gebruikt verschillende kleuren glitter, dat je daardoor ook een heel leuk effect krijgt. Dus probeer het, zou ik zeggen. Ja, hij is klaar. Cool. Uitgehard en wel. Nou, super, super leuk glittertje. En vergeet deze ook niet full color. En voor degene die niet inlay werkt, dus stel je bouwt niet, maar alleen hè, de shorties bijvoorbeeld of de kortere nagels of alleen op de natuurlijke nagels, zonder dat je bouwt met een gel, acryl of power gel, kun je er ook voor kiezen om de airnail stenciltjes te gebruiken. En ook met deze glitters is dat echt wel weer mogelijk. Dus de airnail stencils en dan de glitters ervoor. Nou ja, en als je dan je airnail stencil eraf haalt, heb je ook een hele strakke fringe. Dus doe je het niet inlay, kan het toch ook op die manier. Cool. Nou. Voor de volgende. Ja, wat gaan we doen in de volgende, Mia? Ja, de volgende ga ik de Cat Eye kleuren gebruiken. Nieuwe kleurtjes die ga ik gebruiken. Ik heb een paar voorbeeldjes. Je kunt enkele Cat Eye kleuren gebruiken. Je kunt met of zonder magneet gebruiken. En ook voor de inlay krijg je dan echt hele leuke resultaten. Ja, prachtig deze. Moet je kijken. Nou, de eerste die heb ik dan gebruikt, maar dan heb ik het magneetje niet gebruikt. Die is nog van de eerste serie. Deze geloof ik ook. En daar heb ik dan ook de glitters van de balmaské weer uit gebruikt. En bij deze heb ik de nieuwe gebruikt. En ik vind het ook heel leuk om de kleuren weer te combineren met elkaar. Dus dat ga ik jullie nu ook laten zien. Ja, prachtig. Dan ga ik weer een wat langere nagel gebruiken, maar ook deze kan op een korte, dus gebruik wat je zelf fijn vindt om mee te werken. Ook bij deze heb ik het nagelbedje alvast voorbereid, met de power gel, strak in model geveild. En dan ga ik twee kleuren Cat Eye gebruiken. De kleuren die ik nu ga gebruiken, dat zijn de Jade en de Garnet. En deze hebben al een glittertje ook van zichzelf erin, dus dat is erg leuk. Deze gaan we beginnen. Ik begin met de Garnet, die leg ik in het midden. En dan de Jade aan de zijkant. En dan blend ik dit ook alvast een beetje in elkaar over. Het
En die eerste laag, dan doe je nog niet het effect, hè? Nee, het eerste laagje lak ik alleen, die hard ik uit. Dus dan gebruik ik nog niet mijn magneet. Mieke van Hoeje zegt, niet normaal, professor Mirjam Zwart. Ja, dat zegt zijn professor. En Thea zegt, echt een Mirjam Zwart nagel. Super gaaf. Lief. Oké, dan pak ik de jade. En even opletten dat ik ook het muurtje mee insmeer. Dan ga ik naar beneden en dan ga ik door de eerste kleur heen. Dan krijg je meteen al die marble. Dan draai ik hem om. Draai mijn kwastje om. Zodat ik ook weer genoeg product heb om tegen die muur aan te lakken. En ook aan deze kant ga ik er doorheen. En zo krijgen we al een beetje dat marble effect. Deze gaat 30 seconden in de lamp. Dus ik gebruik nog niet mijn magneet. Dat doe ik in de tweede laag. Ik ga één magneet gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere magneten te gebruiken. Een swirl of een streep. Of nou ja, het effect wat je zelf leuk vindt kun je creëren met magneten. Ik kies er nu voor om er eentje te gebruiken. Femke van de Snapscheut vraagt. Hoe halen jullie met die lange stiletto nagels je pinpas uit de pinautomaat? Nou, met een pincet. Echt waar, met een pincet. Vroeger had je zelfs speciale pincetjes, die kon je aan je sleutelbos hangen, met rubberen dopjes aan het pincet, dan kon je heel makkelijk hem er zo uithalen. Want ja, ik heb het wel een keer meegemaakt hoor, dat ik op Schiphol stond onderweg naar een ver land en dat mijn pinpas werd ingeslikt. Ja, en er stond wel iemand achter me en ik vroeg daar die aardige meneer, kunt u mij alstublieft helpen? Die man die dacht bij zichzelf, die jongen die is, wat is dat voor een weirdo? Dus ja, dat heeft het niet geholpen. Maar uiteindelijk, ja, toen dachten we wel, we moeten iets in onze tas hebben daarvoor. Laten we teruggaan naar jou. Ja, mijn pinpas is inderdaad ook wel eens ingeslikt. Toevallig heb ik nog niet zo heel lang geleden hele lange nagels gehad. En die heb ik er weer afgehaald vlak voordat we dicht gingen. Om toch nog een paar klanten heel snel te kunnen helpen. Mm-hmm. En dat was best wel weer even wennen, die lange nagels. Maar zo super vet. Ja, dat went best snel. Jawel hoor, binnen een paar dagen ben je er echt wel weer aan gewend. Ik ga altijd nog meer met mijn handen praten als ik lange nagels heb. Ja. Echt, dan schiet ik met mijn handen zo uit beeld, constant, alleen maar. Oké, ik doe voor de tweede laag hetzelfde. Dus de eerste lak ik in het midden. En dan ga ik er overheen. Voordat ik het kwastje terug doe in het flesje, maak ik hem even schoon. Magneetje, hou ik er boven. En dan krijg je ook meteen een gaaf effect. Geweldig. En dan gaat hij weer 30 seconden in de lamp. En ik ga er toch ook nog wat extra glitters aan toevoegen. Dus die pak ik weer op met een beetje Building Base. Ik pak een ander kleurtje van de Metal Inlays. En die ga ik dan met mijn Detailer 3 nog een beetje eraan toevoegen. Voor nog wat extra effect. Had je ook bijvoorbeeld, Mirjam, in plaats van die twee kleuren in je eerste laag, bijvoorbeeld ook een zwarte laag kunnen maken? En dan pas je Cat Eye daarop? Ja, kan denk ik ook. Oké. Okay. Ja, ik begin ook helemaal in mee te gaan. Ja, en mocht je het leuk vinden, wat je bij een French ook altijd kunt doen en inlay, is dat je een strakke lijn tegen de muur van je smileline aanlakt. Dus stel je wilt hem dan wat donkerder, dan doe je een zwarte lijn tegen je muurtje aan, dus dat je hele muurtje zwart schildert, of bijvoorbeeld wit. Als je hem dan in model hebt geveld, dan komt er ook zo'n strakke lijn tevoorschijn. En in dit geval zou ik er dan dus voor kiezen om inderdaad zwart te gebruiken. En ook die kleine drupjes die op je nagelbed zitten, dat maakt helemaal niet uit, want je moet straks toch nog die nagel veilen, hè? Ja, die vraag krijg ik inderdaad wel eens vaker. Maakt het nou uit als je inderdaad op dat nagelbed hebt geknoeid met bijvoorbeeld je kleur? Of, nee, want je nagelbed is strak geveld, dus dat is de basis. Op het moment dat die zo meteen weer gekapt is en we gaan hem in model veilen, dan vel je dat eraf. En komt die strakke smile aan als het goed is gewoon weer terug. Beetje van de Building Base. Die pak ik ook weer op met mijn Detailer 3. Veel gebruik penseel, die Detailer 3. Echt een must-have. En dan pak ik de glittertjes. En die leg ik dan in die natte Building Base. Schuiven we ze een beetje op zijn plek. Maar is ook bijvoorbeeld de opalen nu ook, zou ook heel vet zijn. Zeker. En de chameleon flakes ook. Ook, ja. En ook gewoon bladgoud. Ja, zeker. Gewoon leuk. Alles. Ja.
Dus nou, als ik mee zou kunnen doen, mogen doen, zou ik het wel weten hoor. Ik zou gewoon al mijn lades opentrekken, alles op tafel gooien. En gewoon eens even kijken wat ik allemaal bij elkaar kan combineren. Ja, dat, je kunt zoveel... Nou ja, eigenlijk kun je eigenlijk wel alles, denk ik, in een inlay stoppen. Heel kleintje nog. Die kant... Ja, cool. 10 seconden, gewoon om ervoor te zorgen dat die glitters weer eventjes vastzitten. Dat die glitters vastgeplakt zitten aan die building base. En dan ga ik een laagje clear overheen doen. Ja, maak de keuze in wat je fijn vindt. De Power Gel Clear, de Builder Gel Clear. Mijn ervaring is dat de Builder Gel Clear is het meest heldere van allemaal. Maar Power Gel is ook echt wel heel helder hoor, de clear. Dus vind je dat fijn om te gebruiken, dan krijg je ook echt een heel mooi eindresultaat. Gebruik je nou wat grotere, grovere stukken... Dan is het misschien verstandiger om de Builder Gel Clear te gebruiken, omdat die echt tussen al die stukken ingaat. Hè. Dus we hebben ook de inlays, dat waren echt wat grovere stukken. Je kunt het proberen met de Power Gel Clear, maar soms wil het nog wel zijn als je hem daarna gaat filen, dat je hier en daar wat lucht overhoudt, omdat die toch niet helemaal lekker tussen die inlaystukjes is gaan liggen. Met de Builder Gel gebeurt dat meer. Stephanie merkt op, jij gooit gewoon je nagel in de la en je ziet wel wat eruit komt erbij. Dat is ook nog een idee om een inlay te bedenken. Gemma, jij zegt inderdaad over nog 2 nachtjes en jullie kerstshow. Nou, die is inderdaad aanstaande woensdag 8 uur is de Magnetic, of de Neil Talk Live kerstshow. En die zit echt bom en de bom en de bom vol. Is ontzettend leuk. En ga ik even kijken. Jessica vraagt, Pepijn, doe je zelf nog iets met nagels? Doe ik nog klanten? Nee, ik doe eigenlijk alleen de nagels van Mei Liang, de eigenaresse van Magnetic Nail Design. Een enkele keer mijn eigen nagels en ik test natuurlijk nog wel heel vaak de nagelproducten. Maar aanstaande woensdag, of tenminste woensdag over een week, 30 december, laat ik hier in de e-workshop zien hoe je 3D acrylbloemen maakt. Want dat was vroeger echt mijn specialiteit. Even kijken... Monique vraagt, Mirjam, waarom doe je ze in de building base en niet in de base en top? Nou, het zou alle twee kunnen, hè? Ja, base en top is ook zeker een optie. En Spike vraagt, kun je ook acrylgel gebruiken omdat je powergel niet hebt? Natuurlijk, Spike, gewoon hartstikke leuk als je meedoet. We gaan even kijken bij Mir. Ja, ik heb hem heel even op z'n kop. Ik heb alvast een klodertje powergel erop gedaan. En ik ga de double powergel tool gebruiken. Kort penseel aan de ene kant en het voordeel is dat ik dan wat harder kan duwen. Ik moet hem nu weer wat meer op zijn plekje duwen om goed mijn hoeken te vullen. Dus dat is fijn, vind ik fijn, met een korte penseel. Ja, dat je echt helemaal die smileline hoek vult, hè? Ja. Ik zit me net te bedenken, 30 december ga je de bloemen doen. Ja. Dat is mijn verjaardag. Wat zeg je? Dat is mijn verjaardag. Oh, dat is ook de verjaardag van mijn vader en van mijn moeder. Oh, echt? Ja. Toevallig, leuk. Dus ik ga het vieren in de Nail Talk Live Studio. Ja. En ik zal aan je denken. Met bloemen. Hoe leuk Met is dat? Bloemen, ja. Oh, my first love. Ja, dat is echt wel heel leuk. Ja. Leuk om te doen. Oké, okay. Met de andere kant. Acrylpenseel zit aan de andere kant. Kan ik hem mooi uitblenden op zijn plekje. Het voordeel is dat hij dan niet zo heel veel druk geeft. Dus dan kun je hem mooi egaliseren als het ware. En dan kijken we even of dat er overal genoeg zit. En als dat het geval is, dan kan die weer in de lamp. Mooi. Eventjes 1,5 minuut. En daarna kunnen we hem dan gaan veilen. Dus hij gaat nu even in de lamp. Super prachtig. Echt heel erg mooi. Ja, ik vind vooral de cat eye een heel leuk effect geven, heel leuk inlay effect. En ook deze nagel is natuurlijk weer heel makkelijk te combineren met een full color. Ook op een full color nagel kun je ze naast elkaar lakken. Ik heb dat laatst gedaan. Ik kreeg heel veel reacties ook op die set. Dat was volgens mij met een blauwe en volgens mij ook de garnet in het midden. Dus dat heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan, maar dan full color. Ja, en dat gaf echt een heel gaaf resultaat. Sheila zegt, ik kan niet wachten op de show met mij. Even terug naar mijn begintijd. Ja, dat is leuk hè. Even terug naar 20 jaar geleden. Althans, dat was mijn begintijd.
Je wilt gewoon 200 man op je feestje, Pepijn Morel, de 30ste. Ja, dat is grappig, Elisabeth. En Spike, jouw zoontje is 28 december, ja, nou dan zijn we ook live. Dus we zullen aan je denken. En dan ben ik live met Syriza. En Syriza gaat eenvoudige easy bloemendesigns laten zien. Maar misschien dat ik nog wel iets meer ga laten zien dan alleen maar 3D bloemen. Ik heb ook nog wel wat leuke gelbloemen in mijn achterhoofd zitten. Even kijken hoeveel tijd ik nodig heb. Ja, anders wordt het misschien wel nachtwerk. Nou, we gaan dan terug naar jou. Ja. Ja, wel superleuk, want je kunt natuurlijk wel een heleboel verschillende variaties ook weer daarmee maken. Ja. Nou, ik denk dat die ondertussen wel uitgehard genoeg is. Dus ik ga de plaklaag eraf halen met prep en wipe. En je ziet dan een heel klein beetje wat het gaat worden. Nu zie je ook meteen het verschil tussen de Power Gel en de Builder Gel. Deze lijkt een beetje wat doffiger te worden. Maar op het moment dat je hem hebt geveld en daarna de topgel eroverheen lakt, dan zul je zien dat hij echt helemaal mooi transparant is. Nou. Terwijl jij gaat veilen, nemen wij nog eventjes de planning door van de volgende e-workshops. Dat is toch altijd leuk. En ja, veilen hebben we nu natuurlijk een paar keer gezien. En ik ga eventjes vertellen wat jullie allemaal kunnen verwachten van ons de komende weken. Nou, natuurlijk volgende week, aanstaande maandag, is het de tijd aan Syriza. Ik noemde het net ook al, Easy Floral Nail Art. Altijd natuurlijk ontzettend gezellig. Maar we hebben veel meer. Op woensdag 30 december ga ik dus live met de 3D acrylbloemetjes. En dan is Jessica erbij om jullie comments te doen, want ik kan het niet alle twee. Helaas gaat dat niet. Maandag 4 januari Linda Verkooyen met Easy Nail Art. Glitters, sugaren, alle krullen, nou alles bij elkaar, helemaal leuk. Woensdag 6 januari is het de tijd aan Deborah en zij gaat Realistic Nail Art Animals maken. Ze was gisteren al bezig, zag ik op Facebook langskomen. Vrijdag 8 januari is het de tijd voor onze fonkelende ster Wendy Kuens en zij gaat stiletto nagels laten zien. Hoe maak je die nou? En ook tips en tricks om wat bij jezelf te doen. Maandag 11 januari is Sylvana met crystals en bullions. Hele mooie ornamenten en juweeltjes gaat ze maken. Woensdag 13 januari Michelle Taribuka met de 3D gel ornamenten. Ook iets waar ik enorm naar uitkijk. Annelies de Brabander, cartoons met ondersteuning van Jessica op vrijdag 15 januari. En maandag 18 januari Cheryl met seduction producten en verkooptechnieken die jij meteen kunt toepassen in jouw salon. Nou, ik zie weer heel veel langskomen. Leonique zegt, ik heb vaak live mogen kijken op de beurzen naar je acrylbloemen. Ja, dat was wat hè, die tijd. Ik vind het geweldig al die e-workshops, zegt Sylvia. Zo blijven we toch nog bezig met nagelen. En ik leer nu al superveel, dus dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan. Jouw kennende red je dat niet qua tijd, Pepijn, zegt Sheila. Nou, jij kent me. Voordeel dat 's middags is, wordt niet snel nachtwerk. Nou, je hebt me nog nooit bezig gezien hoor, Jessica. Want ik kan echt wel om 1 uur beginnen en om 1 uur 's nachts eindigen. Gaaf, hoe heet zo'n penseel? Iberico, wat je nodig hebt voor de 3D-bloemen, dat is het Ikebana-penseel, Donna. Niet Iberico, maar Ikebana. Genoemd naar de Japanse kunst van bloemschikken. Ik ben nu jarig, zegt Rianne. Viert met jullie op de tv. Van harte gefeliciteerd, Rianne. En ik ben niet de enige die jou aan het feliciteren is. Van harte gefeliciteerd. En oké, ik heb het Ikebana binnen, Miranda. Nou, heel verstandig, want je hebt je nodig. We gaan naar Mirjam voor het aha-momentje. In model geveild en ik ga hem weer afplakken met topgel. En dan zie je het eindresultaat. Prachtig. Ja, ik vind dat die cat-eye echt wel echt een heel super, super leuk effect geven. Maar ook voor de full color nagel niet vergeten kun je dit effect ook creëren. Echt ook heel erg tof. Eventjes in de lamp. En dan hebben we alweer een design af. Dus je ziet eigenlijk hoe snel dat gaat. Verschillende inlays. Ik dacht in eerste instantie 5 inlays. Volgens mij moet dat makkelijk te doen zijn. Want je kunt zoveel verschillende soorten inlays maken. Dus ik ben echt heel benieuwd naar jullie resultaten. Maar die ga ik vast allemaal voorbij zien komen op de pagina. Nou ja, sterker nog, lieve Mirjam, ik weet niet of dat je al is verteld. Maar jij kiest de winnaars. Zeker. Dus ja. Die moet je allemaal in de gaten houden. Dus ik ga ze zeker in de gaten houden. En ik ben echt heel erg benieuwd naar die van jullie. Het zal vast wel weer heel erg moeilijk worden om daar een winnaar uit te kiezen. Maar ik ga mijn best doen. En ik zou zeggen, gooi ze erop als je ze af hebt.
Elisabeth Nijland zegt space nagels, supermooi. Cora zegt toveren met nagels. Het lijkt wel melkweg de achtergrond, zegt Anja van S. Love it, zegt Claudia. Ik kan niet kiezen welke ik ga maken, zegt Miranda. Morgen heerlijk nagelen en bezig met het huiswerk. Ja, ik zou het ook al weten. Lekker gezellig nagelen. Lekker spelen met ons prachtige, ja, of tenminste met ons prachtige vak, ons ambacht. Jij hebt de verschillende klaar om te laten zien, hè? Ja, dit is degene die ik net heb gemaakt. Uit de lamp. Nou, die hadden we vanmorgen ook gedaan. Maar natuurlijk ook leuk met de andere kleurtjes. En het is inderdaad wel, zeker met die nieuwe, een beetje galaxy-achtig. Ja. Wat ik laatst ook tijdens de krullenles had gedaan, was ook een full color met deze. Ook wel in combinatie met twee kleuren. Krullen erop en dan met een mermaid sprays. Leuk. Ja, dat was ook echt een heel, heel mooi effect. Dus voor een full color, zelfde combi's maken. Eén kleur of meerdere kleuren. En dan, nou, liner gel white bijvoorbeeld, of de Shirisa white. Of mengen met gel polish white, zodat daar je krullen mee maken. En dan de mermaid sprays erin. Echt een super vet effect geeft dat. Mocht je nog eventjes snel een screenshot willen maken, kan dat nog van deze? Ja, moeten we even terug. Klik, klik. En dan... gaan we, voordat we naar de volgende, inleidnagel gaan, gaan we eerst nog even genieten van de Cat Eye commercial. Cat Eye nummer 2, de collectie waar deze kleuren dus uitkomen. Je hebt dus tijdens deze lockdown iedere keer 1 week de tijd om je huiswerk aan te leveren. Dat doen we om het overzichtelijk te houden. En de prijzen worden pas weer verstuurd als we op kantoor open zijn. Want dat is, ik weet niet hoe ik dat anders moet doen. Dus, sorry, ik heb net wat gedronken. De prijzen worden verstuurd in de eerste week van januari, dus de week van 4 januari. Maar dan weten jullie dat in ieder geval vast. Ik heb zojuist even overlegd met Mirjam. We gaan nog even iets leuks straks laten zien, maar eerst nog eentje die we al op de planning hadden, hè Mir? Ja, ik heb er nog eentje bedacht voor jullie met de gemstone gel. Ik heb een paar voorbeeldjes neergelegd en je kunt deze maken op verschillende manieren. Verschillende kleurtjes, zowel de full colors als met de glass gel polish en dan krijg je ze wat transparanter. Deze heb ik gedaan met gel polish kleuren. En deze twee heb ik gedaan met de glass gel polish. Bij deze heb ik de liner gel white eronder gelakt. En dan daarbovenop met de glass gel polish gewerkt. Deze zal ik eventjes een wit brushwipeje onderleggen. Dan kun je zien wat het effect daarvan is. Kijk, dan krijg je wat mooier en wat duidelijker resultaat. Dus dat draagt ook echt heel erg leuk om dat met doorzichtig te doen. En deze, dus ook deze is zowel te doen op een lange als op een korte nagel. Ik ga hem doen op een korte nagel. Even een voorbereid nagelbedje. Ja. Die eventjes opzij. Ik moet je even iets vragen, Mirjam. Je hebt straks eigenlijk nail plate extender nodig. Ja. Is de negligé nude of de erotic decency een mogelijkheid? Ja, ook goed. Okay. Ja hoor. Helemaal goed. Oké, ik heb hier alvast een nagelbedje voorbereid. En ik ga mijn kleurtjes die ik ga gebruiken dus mixen met de gemstone gel. De gemstone gel heeft een dikkere viscositeit.
Ik heb hem vanmorgen gedaan met de glaskleuren, maar ik ga hem nu gewoon met gel polish kleurtjes doen. Dus ik pak de gemstone gel. Met de detailer 3. En daar leg ik wat kloddertjes van op mijn palet. En op deze manier maak ik de kleuren wat dikker. Ik heb een korte nagel, dus ik heb niet zo heel veel nodig. Niet te veel van je kleur eraan toevoegen. En de whitest white. En je kunt ook combinaties ervan maken, dus dat je zowel dekkende kleuren gebruikt als dat je glasgel polish kleuren gebruikt. Ik ga hem niet mixen met mijn detailer 3, maar ik ga hem mixen met een spatula. En waarom? Anders ben ik bang dat de haren van mijn detailer... Dat is niet bevorderlijk voor de haren van mijn detailer. Dus ik kies ervoor om dat niet met mijn penseel te doen. Dat vind ik eigenlijk een beetje zonde van mijn penseel. Ik ga toch nog één kleurtje eraan toevoegen. Ik denk dat ik er nog een glittertje bij ga doen. Oh, leuk. Ja, leuk. Is absoluut nodig. Moeten we toch zonder glitters? Ja. Oké. Doen we nog een kleurtje gemstone gel. Eventjes pieken. En lichten. Ik dacht dat ik die ook mee had, maar niet. Ga jij eventjes lekker zoeken. Ik ga eventjes gewoon gezellig met jullie kletsen. Of het nou kerst is of niet, glitters mogen en kunnen altijd, Koren. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Sterker nog, mijn slogan is, when in doubt, add glitter. Glitter kan altijd. Jullie zijn nog bezig, was het helemaal vergeten. Laten we de rest nog terugkijken, Nicole. Nou ja, Nicole, 2 uur hè. Zet het in je agenda, want we gaan iedere keer op 2 uur live. Maar leuk dat je meekijkt in ieder geval. En Gemma zegt, oh die zijn gaaf en dan met winterse, herfstige kleuren. Morgen nog meer, de hele dag gaan jullie nagelen, zegt Gemma. Heb je meer tijd om te nagelen? Het is, sommige mensen hebben het ook, Gemma heeft het heel erg druk. Ze moet straks nog naar de winkel en dan moet je koken. En dan heb je ook nog een man en dan moet je koken. En dan kan ik beter langs de cafetaria. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Soms is het druk, soms is het nog drukker. Heb je de juiste glitter gevonden, lieve schat? Ja, ik heb hem. Nou, oké, laten we gaan kijken. Ja, we hebben natuurlijk zoveel. Ik wilde graag de zilveren, dus die heb ik. Gelukkig maar dat we zoveel hebben, want dan hebben we ook lekker wat te kiezen. Nooit genoeg, zeg ik altijd. Oké, dan ga ik de kleurtjes oppakken. Dat doe ik wel weer met mijn detailer 3. En die ga ik naast elkaar neerleggen. En ik begin aan de buitenkant. Ja. En het fijne nu van de gemstone gel is dat je hem dikker hebt gemaakt, dat de kleuren op zijn plekje blijven liggen. Als je dit dus gewoon zo doet, dan worden ze te vloeibaar. En dan zakken ze eigenlijk al uit voordat je het design erin wil gaan maken. Ik leg ze tegenover elkaar en dan pak ik de volgende kleur. Ja, er zijn inderdaad wat mensen die vragen, waar kun je allemaal de gemstone gel voor gebruiken? Wat kun je in plaats van gemstone gel gebruiken? En kun je iets meer vertellen over de mogelijkheden van de gemstone gel? Je kunt natuurlijk ook een andere dikke gel gebruiken om dit te mengen. Want je wil dus, wat Mirjam al zegt, dat het niet in elkaar overloopt voordat je het design gaat aanbrengen. En dat ga je zo direct doen. Maar de gemstone gel kun je dus ook gebruiken om strassteden mee vast te zetten. Om zelf gemstones mee te maken, bijvoorbeeld op je nagel. Je kunt er eigenlijk heel erg veel mee, maar het is niet een echte bouwgel.
Het is meer een gel die je gebruikt door zijn, voor zijn hele heftige, dikke stevigheid. Ja. Maar heb je hem nou niet en stuur jij je huiswerk in, dan maak jij kans op het mooie pakket. En in dat mooie pakket, daar zit die Gemstone Gel. Samen met 5 kleuren Chameleon Flakes en de Wax Picker Upper die Miriam heeft gebruikt. En strasstenen en een strasswiel. Maar dus ook die Gemstone Gel. Ja, ik vind echt de Gemstone Gel een must-have ook voor in je collectie. Zeker voor de stenen om die daarin vast te zetten. Maar ook voor dit soort designs vind ik hem echt heel erg leuk om te gebruiken. Dit kan ook weer in allerlei kleuren, allerlei combinaties. Je kunt ze zo neerleggen, maar je kunt de kleuren ook anders neerleggen, waardoor je weer een ander effect creëert. Dus ja, in dat opzicht toch ook wel weer een veelzijdig product. Voor de stenen, strasstenen moet ik zeggen, zweer ik echt wel bij de Gemstone Gel. Nou, jij niet de je bent niet de enige. Nee, dat volgens mij ook niet inderdaad. Oké, ik leg ze in rijtjes allemaal naast elkaar. Dit is eigenlijk, nou ja, van dit design denk ik het meeste werk. Het blijft al gewoon lekker makkelijk liggen, dus je kunt ja, hem... Ja, het vloeit inderdaad niet in elkaar over. Het vloeit ook niet van de nagel. Nee, nee. En heb je een andere dikke gel staan, probeer het, hè, want misschien lukt het daar ook mee. Je kunt het altijd proberen. Ik probeer ook vaak een heleboel dingen uit op mezelf. Gewoon om te kijken hoe het is, hoe het blijft, hoe het draagt. Oké, als alles dan op zijn plekje ligt, dan pak ik mijn Frush penseel. Je kunt hiervoor ook Pepijn's Choice penseel gebruiken. Een lang penseel vind ik fijn om te gebruiken. En dan ga ik er in 1 beweging doorheen. Dus ik zet hem neer. Mm-hmm. En ik trek mijn penseel er doorheen. Leuk. En dan krijg je het effect erin. Cool. 1 streep. Misschien wil je er nog 1. Ja. Ik voel hem wel hoor. Ik voel hem wel. Leuk. Leuk, leuk, leuk. En dan gaat hij in de lamp. En dan met strasstenen op de smile line. Tuurlijk. Ja. We kunnen nooit genoeg stenen en glitters hebben. Dus ik doe hem weer eventjes in de lamp. 30 seconden in principe is wel genoeg om hem vast te maken in de lamp. We werken natuurlijk met gel polish kleuren, dus zo heel dik zijn ze niet. We kunnen dit met 30 seconden prima uitharden. En er gaat nog een laagje clear overheen. Kies hiervoor de Power Gel Clear, de Builder Gel Clear, de clear die jij fijn vindt om mee te werken. Dus eigenlijk maakt dat niet uit. Dan egaliseren we hem weer. En dan kunnen we hem daarna weer in model filen, zodat we weer een gelijkmatige nagel hebben. Ik heb even tussendoor een aantal opmerkingen. Natasja Lanoy, hi Natasja. Je hebt een vraagje. Is er al bekend wanneer de rubberbees in potten komt? Dat zal in de loop van januari zijn. Hou de site in de gaten en ik meld het natuurlijk in de lives wanneer ze er zijn. Claudia, jij zegt iets wat heel herkenbaar is. Ik heb gewoon tot 3 uur afgelopen nacht zitten vreubelen. Vanavond waarschijnlijk weer. Weet je wat het is? Je denkt, oh, ga even leuke dingen, designs maken. En voor je weet is het 3 uur 's nachts. En dan moet je 's morgens weer vroeg uit, omdat de kids het gewoon leuk vinden om 6:30 al beneden te zitten. Ja, nou, ik heb dan geen kids, maar ik heb ook wel heel vaak het gewoon ook weer licht zien worden 's ochtends. Als ik dan in een studio zat, zeker toen die studio nog bij mij aan huis zat in de garage, dan zei ik soms wel eens tegen Rick, ik heb een idee, maar voordat ik het wist was het dan gewoon al licht 's ochtends. Je kunt ook met Power Gel Clear mengen. Sophie zegt maar, met Power Gel Clear mengen is niet goed voor deze techniek. Nou, dat kan wel gewoon, hè Mirjam? Ja, ik denk wel dat het kan. Power Gel kan alleen wel wat stugger zijn. Dus het hangt een beetje vanaf, als je bijvoorbeeld in de koelkast hebt, of in de zomer als die in de koelkast bewaard wordt en hij is wat stugger, dan moet je wel wat meer moeite doen om het design erin te krijgen. Maar ja, het lukt wel. En je zou natuurlijk dan ook nog door je Power Gel een heel klein beetje clear, base en top kunnen mengen. Ja. Met de kleur. En dan wordt die ietsje zachter. En dan kun je hem helemaal naar wens aanpassen. Even kijken. Doen jullie deze week bestellingen verzenden? Nou, in Soesterberg zijn we vandaag gesloten voor bestellingen. We gaan weer verzenden vanaf 4 januari. Net als wanneer we ook weer de prijzen gaan verzenden. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Mirjam. Bij ons gaan de online bestellingen gewoon de deur uit. Okay. Ja. Dan is dat ook bekend. Krijgen we de andere Power Gel kleuren van de potten ook in een tube? Daar zijn we mee bezig. En Claudia zegt, herkenbaar Pepijn, kom slaaptekort. En dat in deze coronatijd, dat we thuis zitten en niet kunnen werken. Ja, I know the feeling. I know the feeling. Terug naar jou. Ja, hij is uit de lamp. Ik heb alvast een kloddertje Power Gel kleur erop gedaan. En dat is nu nog een kloddertje.
Niet zoveel, want we hebben een korte nagel. En ik ga proberen om hem weer zo egaal mogelijk te krijgen. Zonder dat ik daar een hele bumper power gel clear op maak. Ik gebruik de double tool. En dan de korte versie, korte kant. Zodat ik hem echt op zijn plekje weer kan duwen. En als hij dan verdeeld is, dan doe ik hem weer in de lamp. Anderhalve minuut. Zodat hij helemaal volledig kan uitharden voordat we hem in model gaan veilen. Ja, dan gaat hij anderhalve minuut in de lamp. Mirjam, ik krijg een vraag van de regie. De vraag of jij straks even alle eindresultaten die je hebt gemaakt bij elkaar kunt neerleggen, zodat we straks aan het eind een goede screenshot daarvan kunnen maken, zeker, alsjeblieft. Ja, oké, okay, zo help me, help to remind, nee, help me dat te herinneren. Of zo, ja? Ja. Gaan we zeker doen. Oké, okay, nou super. En anders, Wendy, ook eventjes eraan denken, moet even een zorgen voor, want dat is voor Cheyenne. En Cheyenne zit mee te kijken en die vraagt daarom, dus dat is natuurlijk, natuurlijk doen we dat. U vraagt, wij vragen. Super gaaf idee heb je, Mirjam, zegt Claudia. Ja, het is bij jou echt zo. Ik vroeg jou, wat was het? Donderdag? Ja, het was heel last minute. Ja. Dus dat was best wel even dat ik dacht, oh. En Shaila, volgens mij kijk je wel. Die vroeg ook, of die had een opmerking neergezet. Oh, volgens mij heb ik van deze designs de making-of al gezien. Maar we moesten inderdaad heel snel schakelen. Ook omdat de lockdown natuurlijk zo plotseling kwam. En we gewoon jullie aan alle kanten willen blijven motiveren. Zodat jullie er straks ook helemaal weer klaar voor zijn als we weer mogen. Want het is natuurlijk best wel een beetje balen dat we met de kerst nu niet mogen. Maar we gaan er gewoon volgend jaar weer vol tegenaan met z'n allen. En daar willen we jullie graag bij helpen. Maar we moesten daardoor dus wel heel snel. Dus ik heb wel nog wat nieuwe designs voorbereid. De marble bijvoorbeeld. Ik heb hem een hele tijd geleden wel een keer laten zien, maar voor sommigen nog niet. Dus het was en-en. Maar ik hoop gewoon dat ik ook met deze jullie weer geïnspireerd heb natuurlijk. Maar volgens mij zit dat wel goed. Ja, zeker weten. Iedereen vindt het prachtig. Je gaat er zo direct nog eentje laten zien. Je gaat nu beginnen met veilen, hè? Ja, ik heb de plaklaag weer eventjes afgehaald. Ja. En dan ga ik hem weer in model veilen. Eigenlijk strak veilen en hem aflakken, zodat jullie ook van deze weer het eindresultaat gaan zien. En daarna doen we er nog eentje, maar ook voor degene die niet per se met inlays werken, maar je toch een beetje dat inlay-effect creëert. Ja. Dan vertel ik jullie nog eens dat aanstaande woensdag om 8:00 is het de tijd voor de traditionele Nail Talk Live kerstshow. Een hele drukke, volle show. Er zijn veel mensen te gast, natuurlijk wel allemaal op 1,5 meter afstand. Jaap en Mee schuiven bij mij aan de tafel aan om te praten over de motivatie van Nail Talk Live en waarom we dit doen en waar we naartoe willen gaan. Cerise en Deborah zijn er, Wendy en Linda zijn er, Sylvana is er ook en onze nieuwe trainer Cheryl is er om te vertellen aan ons wat wij in het volgende seizoen van haar kunnen gaan verwachten. Cheryl is een oude rot in het vak, wij zijn tegelijkertijd opgeleid tot trainer, dus ik ken Cheryl zeker al 20 jaar. In die show gaat het dus om kerst. We hebben hele mooie kerstnail art voor jullie klaarstaan. Jessica laat iets heel bijzonders zien. Dus we zijn echt... Wendy, je weet wel, Dendie die daar zit. Die maakt een prachtige stiletto nagel met een soort kristal effect. Als je naar deze bal kijkt die hier staat, nou, dat is niks vergeleken bij wat Wendy maakt. Dus kortom, heel veel verschillende dingen. Cora zegt, jij inspireert altijd, Mirjam. Dat ben ik helemaal met je eens. 24 februari begint het nieuwe seizoen. Woensdag 24 februari. Cheryl zegt nageldino's. Haha, ja, zo voel ik me wel af en toe. We hebben weer heel erg veel te doen. En natuurlijk al die e-workshops. Nog even het huiswerk voor Mirjam. Wil jij nou een certificaat of wil jij kans maken op die mooie prijs? Dan moet je het volgende doen. Maak 5 verschillende inlay designs en die mogen op Colourpops. Zeker. Lange Colourpops, korte Colourpops, stiletto Colourpops. Dat maakt niet uit. Maak 5 verschillende inlay designs op Colourpops. En dan vervolgens, wat moet je daar dan mee doen? Hè? Nou, daar moet je foto's van maken. En die foto's die moet je uploaden in ons via de link die je kunt vinden in het vastgezette bericht van Wendy boven in de groep. Het reglement, daar staat in hoe je dat moet uploaden en waar. Daar staat de link. Je hebt daar een week de tijd voor om het overzichtelijk te houden. 1 week de tijd voor 5 nagels. En natuurlijk zien we ook graag je foto's in de groep. En als jij dat allemaal doet, maak jij kans op een prachtige prijs. En dat is deze prijs die jullie nu in beeld hebben.
awesome crystals, een crystal wheel. Dan hebben we de wax tool, 5 keer de chameleon flakes, de gemstone gel. En we doen er ook nog een bakje bij waar je die steentjes in kunt bewaren. Een sunflower bakje. Dus ja, de kans natuurlijk om niet alleen lekker met passie met je werk bezig te zijn, maar ook om een mooie prijs te winnen die we wel pas versturen naar 4 januari. We gaan nu terug naar onze enige echte eigen Mirjam. Ja, ik heb hem klaar. Ik heb hem niet meer op de kolenpopstokje zitten. Maar ik heb brak hij af? Ja, dat heb je wel eens. Maar zo, normaal gesproken knip ik hem af. Knip ik hem af met een... met een tipknipper. Ja, dat is eigenlijk Rees een bevinding. Die had het op een gegeven moment bedacht voor de kolenpopjes die wij op de kast plakken bij alle kleurtjes. Zodat je de kleurtjes goed overeenkomt, dat je weet welke kleur er in dat flesje zit. En zo kun je hem heel mooi rondmaken. En ik vind het ook leuk om op deze manier te showen aan klanten of cursisten, zodat ze zonder dat stokje eraan een mooi resultaat zien. En daarvoor hebben we ook een heel handig, hoe noemen we dat, tool? Een houdertje. Houder, ja. Met een beetje pritbuddy, zodat je hem erop kan plakken. En zo kunnen we hem in de lamp, en zo kunnen we hem fijn vasthouden. Dus ik ga hem aflakken en dan zien jullie ook meteen het eindresultaat. Komt het weer, komt het weer. En toch ook wel heel leuk in combinatie met de glitter die ertussen zit. Had ik voor de voorbeelden niet gedaan, maar ook met deze kun je natuurlijk spelen en zoveel, variaties kiezen en maken. Ik vind dat glittertje het wel echt maken hoor. Ja hè? Ja, wordt er heel gelukkig van. Ja, geeft echt wel een leuk effect. Oké, voor... Nu haal ik deze er onderuit, dan past die zo in de lamp. En dan hebben we er alweer eentje af. Ik zie een vraag van Donja. Hallo Donja. Mag je de kerst e-workshop nog inleveren? Ja, dat mag nog wel. Dat was een van de gewone e-workshops. Daar had je 2 weken de tijd voor, dus dat is tot en met 31 december, 9:00 PM. Er wordt ook gevraagd, sturen we het huiswerk niet meer in via de e-mail? Nee, en dat zegt Claudia ook al. Er is een nieuwe manier via de Neil Talk Live Facebookpagina. Als je het vastgezette bericht van Wendy boven in de groep met als koptekst reglement, als je dat leest, dan zie je daar in de link staan hoe je de foto's moet uploaden. Weet je wat, ik heb ook wel eens met een trainer samengewerkt, die werkt met datzelfde houdertje als die jij nu net gebruikt, Mirjam. Mm-hmm. Maar die nemen dan een metalcore van een vuil en dan klikken ze ze dan op vast om ze makkelijk in en uit de lamp te doen. Is ook heel handig. Is ook een optie inderdaad, zeker. En die kan je ook makkelijk in de lamp leggen. Dus dat is ook zeker een optie, goede tip. Ik haal hem eruit. Oh, nou, helemaal leuk. Hij is uitgehard genoeg. Dus dan hebben we dit als resultaat. Ik zal die andere er nog eventjes bij pakken. Bij deze had ik nog steentjes. Ook heel leuk. Maar ook de transparante met de glas bijvoorbeeld. Liner Gel White zit hieronder. Daarom knallen die kleuren zo. Bij deze zit dat niet. Maar dat geeft wel een heel mooi doorzichtig effect. Ja. En zo zie je dat het ook op de korte versies echt een leuk effect geeft. Ook voor full color is dit een leuk idee om te doen in combinatie met. Dat zijn die. Ja, superleuk. Ondertussen heb ik nog een kleurtje gelakt. Nou krijg ik ook wel eens de vraag, ja, maar ik doe alleen maar natural nails. Ik bouw niet, ik maak geen inlays. Dus kan ik dan op een andere manier wel een leuke French creëren? En ja, dat is heel erg goed mogelijk. Je kunt een kleurtje kiezen, bijvoorbeeld een nail plate extender, een nude kleur. Iets wat in de buurt komt van nude lichtroze, de seduction kleuren bijvoorbeeld als je met transparante wilt houden. Verschillende mogelijkheden zijn daarin en je kunt dan je French schilderen. Je kunt er ook voor kiezen om de airnail stencils te gebruiken, dat had ik eerder ook al verteld. En daarmee krijg je ook een hele strakke French. En zoals ik in het begin liet zien bij het eerste design, de chameleon flakes, die kun je ook heel goed gebruiken als je de French schildert. Dus als je de airnail stickers gebruikt en je tamponeert dan je liners, dan kun je ze ook dan plakken in de plaklaag van je liner gel. Dus dat is eigenlijk iets wat ik jullie ook nog wil gaan laten zien. En toevallig is dat ook precies wat Spike om vraagt. Kan je ook met een airnail stencil gebruiken voor de smile line? Nou, het is net alsof het zo bedoeld is. Ja, de kleur die ik heb voorbereid, die hebben we even snel gepakt. Even spieken. Erotic Decency.
De Gelpolish 103043. Daar heb ik 2 laagjes van gelakt. En die ga ik nu aflakken met de Extreme Mat Top Gel. Ja, het blijft een prachtige kleur dit. Heel mooi. En je lakt hem af met Extreme Mat, zodat je dan makkelijker straks die stencils kunt gebruiken. Ja, ik kan het stenciltje niet plakken op de plaklaag van de kleur. En stel je nou voor, je vindt hem toch niet helemaal naar wens. Dat is net als dat je gaat designen, stempelen of hè, iets waar je de mat voor ertussen zet. Dan heb je altijd een basis om naartoe terug te gaan. Dus in dit geval vind ik het ook fijner om een laagje mat ertussen te zetten. Ik doe hem in de lamp. Ik doe hem nu 30 seconden in de lamp. Dat is wel voldoende voor een tussenliggende laag. En dan ga ik een airnail stenciltje erop plakken. Dat is eigenlijk het lastigste van de hele French als je hem doet op die manier. Dat je airnail stencil netjes in het midden zit. En dan ga ik de liner gebruiken en chameleon flakes. Om te laten zien wat voor leuk effect je daarvan krijgt. Grayson vraagt, kan dit ook met de kleuren van de rubber base? Ja hoor, Grayson, dat kan. Zeker die dekkende kleuren, die kun je daar gewoon voor gebruiken. Femke zegt, bij mij loopt de liner onder het stencil door. Wat doe ik dan fout? Nou, ik denk dat je dan het stencil beter moet aanduwen. Ja, of te veel liner. Als je te veel, je hebt van de liner echt heel weinig nodig. Want anders dan inderdaad gaat hij er ook onder door. Dus heel weinig liner gel gebruiken. De eerste laag het liefst transparanter. En met de tweede laag proberen om hem dan dekkend te maken. Ja, en als je dit op een gevijlde ondergrond doet, kan het zijn dat het te grof is gevijld is, waardoor het er onderdoor loopt in de groefjes van het vijlen. Ja. Claudia, jij vraagt, sorry, even tussendoor, ik heb afgelopen vrijdag nog spullen besteld. Zijn die dan wel al verstuurd? En ja, we hebben gewoon alle orders afgewerkt vandaag. Dus ik zal dat wel even voor je controleren, maar als je dat bij ons hebt gedaan, dan weet ik vrijwel zeker dat het gewoon is verstuurd vandaag. En ik heb een opmerking van Yvonne. Pepijn, je kon op verschillende manieren je foto's uploaden via het nieuwe systeem, maar het lukte niet echt. Ik heb bij de kerstnagels van Jessica niet vanuit mijn fotobibliotheek de foto's kunnen uploaden, maar het lukte alleen door op de mogelijkheid te klikken om rechtstreeks een foto in te zenden. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Nee, maar dat komt omdat ik echt zo a-technisch ben als maar enigszins mogelijk is. Heb je nou hulp ergens bij nodig, kun je een pb sturen naar Wendy en dan helpt zij al verder. Kunnen we nog 1 keer de agenda zien? Ik vergat een print screen te maken en wil de datums graag in mijn agenda zetten. Gaan we zo direct doen? En love French masking, zegt Cora en Claudia. Ja. Oké, we gaan naar jou toe. We gaan naar Mirjam. Ja, ik heb een sponsje, een ombre tool erbij gepakt. En je pakt al snel te veel uit je bakje. Dus wat ik doe, ik doop hem een heel klein beetje voorzichtig in mijn bakje. Maar dan dep ik hem af in mijn deksel. En dit stukje is nog van de plakker die erin zat. Die haal ik er meestal uit. Anders dan zakt hij in de gel. Dus dan tamponeer ik hem eerst in de deksel en dan tamponeer ik hem op de nagel. Zo weet je ook dat je niet te veel van je liner gebruikt. Ja, en dit is echt heel dun hè, wat je doet. Heel dun. Ja, het fijne van die liners is dat ze zo gepigmenteerd zijn, waardoor je dus ook zo dun kunt werken. Het eerste laagje is echt wel een beetje nog transparant. Ja. Die doe ik 30 seconden in de lamp en dat is voldoende voor een tweede laag. Dat moet je niet doen als je hem dekkender maakt, want dan heb je kans dat hij niet goed uithardt. Maar omdat hij nu maar een dun laagje heeft, is 30 seconden genoeg. Dus dat herhalen we daarna nog een keer. En dan kun je weer de keuze maken in de chameleon flakes die je wilt. Ook de platte glitters die kun je gebruiken. Dus die nieuwe metal inlay glitters. Die zijn ook plat genoeg om te kunnen gebruiken op deze manier. Heb je iets wat ietsje hoger is. Dan bedoel ik niet de opalen. Maar bijvoorbeeld een glittertje die wat dikker is. Kun je er ook voor kiezen om een laagje building base eroverheen te doen. En dan je top gel. En dan egaliseert die eigenlijk ook heel mooi. Nou ja, waardoor je dus ook je French niet voelt en toch een beetje dat idee krijgt van een inlay, terwijl het eigenlijk geen inlay is. Voor de tweede laag herhaal ik dat gewoon nog een keertje. Dus ik pak een beetje, dan dep ik hem in mijn deksel. En dan herhaal ik dat nog een keer en dan merk je dat hij ook echt wel zwarter is. En toch een strakke smileline overhoudt straks. Ook deze doe ik 30 seconden, want de chameleon flakes gaan er dan op. Even
kijken. Dus ook al doe je geen inlees, kun je ook met deze Chameleon Flakes die verschillende kleurtjes, verschillende effecten krijgen. Dit is ook leuk op de liner gel white. Je kunt het ook proberen met gel polish kleuren, maar kijk wel uit. Gel polish is over het algemeen niet zo gepigmenteerd als de liner. Dus dan heb je waarschijnlijk wat meer lagen nodig. En je kunt het misschien ook een beetje mengen met de liner. Misschien dat je hem dan dekkender krijgt. Kijk wat er mogelijk is. Gemma vraagt, ik krijg altijd luchtbellen. Wat doe ik dan fout? Nou Gemma, wat voor luchtbellen bedoel je precies? Als je zo aan het tamponeren bent, of je moet even iets meer uitleg geven alsjeblieft. Ik wacht het even af. En ik krijg wat over dat nieuwe systeem van het uploaden. Soms gaat het wel goed, soms gaat het niet goed. Het is inderdaad een nieuw systeem. Er zitten klaarblijkelijk nog wat kinderziektes in. Maar kom je er echt niet uit, kun je dus Wendy benaderen. En dan vinden we zeker een oplossing dat jij ook gewoon kunt meedoen voor je huiswerk. Zodat jij ook je certificaat kunt gaan krijgen. Uiteraard en kans maakt op die mooie prijzen. We gaan even naar jou. Ik heb weer wat gepakt. Ook nu dep ik hem eerst weer even af in mijn deksel, zodat ik niet te veel eraan heb zitten. Die Chameleon Flakes heb je echt niet veel voor nodig, zoals je ziet. En dan druk ik ze in die plaklaag van de liner. Oeh, mooi. Oeh, leuk. Echt een heel leuk effect geeft het. Dan doe ik hem terug in de lamp, ja, om ervoor te zorgen dat hij goed fixeert aan de plaklaag van die liner gel. Dus goed aandrukken en dan nog eventjes terug in de lamp, zodat hij echt goed gefixeerd is. Gemma voeg toe, want die had dus last van luchtbellen. En ze zegt, ja, met tamponeren van het sponsje, dan zou ik echt minder gebruiken en iets langer wachten voordat je in de lamp gaat. Dan trekt het een beetje glad. Zeker met liner gel is het echt maar heel weinig. Gebruik je te veel, dan druk je het sponsje op de nagel en dan trek je hem omhoog en dan trek je eigenlijk daar het product weer weg. Je kunt een leuk ombre effect maken. Ja, ik vind het echt heel erg cool. Het is echt heel mysterieus. Mysterieus en uitdagend. Ik ben even aan het spieken of dat ik hier nog een glittertje bij doe. Ik zou zeggen, doe gek. Ja, nou, dan sta ik hier dadelijk op tafel. Laten we dat niet doen. even spieken. Nou, in eerste instantie ga ik het stenseltje er eventjes afhalen, zodat jullie het resultaat kunnen zien van de French. Hop. Cool. En als je deze aflakt, dan krijg je weer wat meer diepte-effect erin. Dus dan zie je ook dat je een beetje dat idee krijgt van een inlay, terwijl het dus geen inlay is. Deze kun je hergebruiken, maar let er wel op, omdat we nu werken met gel, is dat niet zo lang her te gebruiken als je het gebruikt voor de airnails. Airnails is natuurlijk paint en dit is wel uitgeharde gel, dus daar moet je wel eventjes op letten. Daar ben je. Oeh, daar zijn ze weer. Ja, toch een paar glitters erbij. Je kunt een laagje base en top gebruiken. Je kunt een laagje building base gebruiken. Eigenlijk kun je kiezen wat je fijn vindt. Daar leg je dan de glittertjes in. Dan doe je er nog een laagje base en top of die building base overheen. Afhankelijk van hoe dik die glitters zijn. En let op dat je zo plat mogelijk werkt in dit geval. En daarna de topgel eroverheen. Zo zorg je er ook voor dat die voorkant goed gesield is van die liner gel met die Chameleon Flakes. We hebben ook een base en top, dus dan kies ik nu liever voor de base en top. En die lak ik gewoon helemaal en dan in die natte base en top leg ik dan wat glitters. Mieke zegt, ik heb het al een keer gedaan op mijn eigen nagels met die Ernest Maskings. Het plakken is het lastigste, jazeker. Vooral op je onhandige hand. Klopt. En Elisabeth zegt, met plakband schoonmaken, toch dat schabloon? Dat is misschien een idee. Het is wel, het blijft wel lastiger met uitgeharde gel als met de paint. Maar dat is wel, je kan het proberen natuurlijk. Met mijn detailer 3 pak ik ondertussen de glittertjes op en die leg ik dan in die natte gel. En we hebben die French Manicure Maskings van Airnails in 2 soorten. Een salonversie en een diepe versie. Ja. En welke is dit? En volgens mij heb ik nu de salonversie gebruikt. Ja, de salon French. En de deep French, dan merk je echt dat je wat diepere smileline krijgt. En Spike vraagt, kun je ook rhinestone steentjes gebruiken bij de smiling? Of wordt dat te veel? Nee, het wordt nooit te veel, dat kan. Zeker niet. Daar ben je helemaal vrij in.
Claudia zegt, die glitters maken het helemaal af. Ja. Ja, zo krijg je toch wat meer inlay effect. Ondanks dat ja, je krijgt een beetje die lagen onder en boven elkaar. Ja. Oké, ik heb hem dus nu in de basin top gelegd. Dan ga ik hem in de lamp leggen. 10 seconden. Het gaat erom dat hij nu gewoon fixeert aan de basin top. Ja. Dan doe ik nog een laagje basin top, want deze inlay, metal inlays zijn echt niet zo dik. Dus een laagje basin top is dan voldoende. En daarna doe ik meteen de topgel eroverheen. 10 seconden, omdat de topgel doe ik uiteindelijk 1,5 minuut. En omdat het allemaal transparant is, is daarna 1,5 minuut genoeg voor al die lagen. Zeker als je werkt met een twin light, is mijn ervaring. Dat was heel veel. Ja, ik dacht wel, je houdt hem ook heel schuin in het flesje. Een nieuw flesje. Ja, ik had zelf een flesje mee die niet zo nieuw was. Maar hier staat een flesje die wat nieuwer is. En die heb ik nu denk ik te pakken. Dus ik haal er iets af. Ik hang hem even op zijn kop, zodat hij niet te dik wordt aan de zijkanten. En dan gaat hij weer in de lamp. Sascha Vos zegt, hi, ik tune net in. Hallootjes, was mijn ontplofte nageltafel aan het opruimen. Ja, dat moet ook af en toe gebeuren. Ik kijk hem helemaal terug in de herhaling. Maar welke glitters gebruik je nu, Mirjam? De metal inlay glitters heb ik nu gebruikt en de chameleon flakes. En niet vergeten, als je dus meedoet en ik kies jou als de mooiste, dus doe je best. Dan maak je dus kans op die superleuke prijs. En die chameleon flakes, zowel voor inlay als voor de bovenop, kun je dus op die manier gebruiken. Oké, de basin top heeft nog een plaklaag. Wil je die als topgel, dan kan dat ook. Dan doe je gewoon nog een laagje eroverheen. Ik kies er nu voor om nog een laagje Supreme, die heeft geen plaklaag. Dus dan is hij daarna meteen klaar. Die laatste laag, die doe ik dus 1,5 minuut. En dan heb je het idee van een inlay, wat toch eigenlijk geen inlay is. Dus voor degenen die dat niet doen, kunnen op deze manier toch ja, hele leuke cool creaties maken. Ja. En zoals ik zei, die laatste laag die gaat dus 1,5 minuut, zodat we zeker weten dat die helemaal goed genoeg is uitgehard. Soms wil die ook nog wel eens chippen aan de voorkant. Dat kan ook komen omdat je hem bijvoorbeeld te dik hebt getamponeerd met je liner. Mocht dat het geval zijn, kun je ook altijd nog even je buffer erlangs halen aan de voorkant, aan die hairline kant. En dan aflakken met je topgel. Let erop dat je hem niet dan te stoffig hebt, voordat je hem aflakt met je topgel. Maar dat wil ook nog wel eens voorkomen dat hij chipt aan de voorkant. Ja, en als jij dus het certificaat wil verdienen, of de prijs waar Mirjam het zojuist over had, dan moet je dus huiswerk maken. En wat is het huiswerk nou? Hij moet toch nog even een minuutje onder de lamp, dus ik dacht, nou, dan gaan we dat nog eventjes doen. Het huiswerk is, maak 5 inlaynagels op Colourpops. 5 verschillende inlaynagels die je maakt op Colourpops. Verschillende geïnspireerd door Mirjam. Als je dat nou doet, moet je natuurlijk de regels volgen en het op de juiste manier uploaden. Nou, daarvoor kun je naar het bericht gaan van Wendy wat boven in de groep staat. Reglement heet dat bericht. En daarin staat precies wat je moet doen. En je hebt daar tot 28 december de tijd voor. En natuurlijk willen we nog steeds graag je foto's zien in de groep. Heb je dat allemaal gedaan, dan krijg je natuurlijk een certificaat. Maar je krijgt ook, en dit keer zijn het online certificaten die we naar jullie toe mailen in plaats van fysieke certificaten. Dat pakken we weer op na de lockdown. Maar wat je dus moet doen, is dit allemaal doen. En dan maak je dus ook kansen op een geweldige prijs. Kijk mee. Dat is dit. Awesome crystals. Een rhinestone wheel met frosted rhinestones, geloof ik. Een waxpicker upper. Gemstone gel. De 5 chameleon flakes. En natuurlijk ook dat wiel waar je al die steentjes in kunt bewaren. Krijg jij dan toegestuurd, maar wel pas in de week van 4 januari. Want tussendoor zijn wij gesloten. Nou, we gaan weer eventjes terug naar Mirjam. Ik wil zeggen Wendy, maar dat komt omdat ik haar steeds heen en weer zie rollen. Ja. Dit is het eindresultaat. Ik heb afgelakt met de Supreme Finish. 1,5 minuut in de lamp geweest. En dan hebben we een eindresultaat. En ik vind het echt net een inlay. Dus voor diegenen die dat niet zo doen, die kunnen hem op deze manier met de airnail stencils. Als je het fijner vindt, kun je hem ook schilderen. Maar de airnail stencils, als je hem goed plakt, krijg je echt ook een kakstrakke smile line. Nou, als we dan even alle eindresultaten bij elkaar leggen van vandaag. Ja. Speciaal voor Cheyenne. Deze leg ik er allebei even bij. We hebben hem natuurlijk mat gemaakt, maar hij kan ook glanzend. En we hadden nog eentje met de glitters. En die lekkere cutie pie daar. Ja. En je ziet inderdaad tussen die twee, want als je die twee elements naast elkaar houdt, hè. Die nog.
die je net hebt gemaakt en die je eerder met balmaské hebt gemaakt. Als je die naast elkaar houdt, dan zie je bijna geen verschil, hè? Nee. Ja, een iets diepere smile line. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat ik de salon French heb gebruikt. Maar op het moment dat je voor de airnail stencil de deep French kiest, dan zul je ook zo'n diepere French inderdaad kunnen creëren. En nog die cat eye was ik vergeten. En dat zijn ze dan voor vandaag. Ja, super. Ik zie van Deborah de vraag, mag het ook geschilderd zijn of is het alleen inlay? Het moet wel echt inlay zijn. Dat is huiswerkopdracht. Dus 5 verschillende soorten inlay op Colourpops. En hoe je die inlay maakt, dat is natuurlijk aan jou. Voordat we voor het slotwoord naar Mirjam gaan, nog even de planning. Want zojuist vroeg iemand aan mij, hey, kun je me nog even vertellen wanneer ik welke e-workshop kan verwachten? Nou, dat is best wel veel in de komende tijd. Aanstaande maandag om 14:00, Cerisa met Easy Floral Nail Art. Eenvoudige bloemmotieven zoals OneStroke. Dan hebben we natuurlijk nog veel meer. Woensdag 30 december om 14:00. Ikzelf met 3D acrylbloemen en Jessica ondersteunt mij. Maandag 4 januari, Linda met Easy Glitters and Sugars. Woensdag 6 januari, 14:00, middags Deborah van Zwol met Realistic Animals. Dan hebben we natuurlijk nog meer. Vrijdag 8 januari, Wendy met Stiletto Nails. Hoe doe je dat nou op jezelf? Welke tips en tricks? Maandag 11 januari, Sylvana Huiberts met Crystals and Bullions. Dan hebben we op woensdag Michelle Taribuka met 3D Gel Ornaments. Op vrijdag 15 januari, Annelies met Cartoons, Disney Inspired. En dan met ondersteuning van Jessica. En op maandag 18 januari, Cheryl met Seduction Producten en verkooptechnieken die jij in jouw salon kan gaan toepassen. Ik zie alweer Chantal Kuiper, super gaaf, veel inspiratie opgedaan. Dank jullie wel allemaal voor een schitterende uitzending. Dank je wel, Mieke. Dank jullie wel, Toppers, het was super tof. Dank je wel, Imka. Priscilla zegt, dank je wel, Toppers, het was... is het echt nodig om op stiletto's te doen, want die heb ik niet? Nee, je mag zelf kiezen op welke Colourpops je het doet. Super bedankt, Claudia. Jij gaat weer tot 3:00 s'nachts vannacht door. Gemma, bedankt. Jaap schakelt net in. Nou ja, we zijn net klaar, dus hi Jaap. Dank jullie wel voor deze fantastische live. Kunnen we toch met nagels bezig zijn? Ja, het was superleuk. Echt superleuk. Mirjam, ik geef natuurlijk even het slotwoord aan jou. Ja, superleuk dat jullie allemaal hebben gekeken. En als je hem nog gaat kijken, natuurlijk ook leuk. Succes met het huiswerk. Ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd. En heel veel plezier ook nog met de andere lives. Zo komen we denk ik de tijd wel goed door. Goed je tijd benutten, deze tijd, zodat je daar eigenlijk weer helemaal klaar voor bent op het moment dat we allemaal weer mogen. Zet hem op en ik ben heel erg benieuwd naar jullie designs. Dank jullie wel voor het kijken. Ik vond het ook zelf weer ontzettend leuk om dit te doen. Ik wil ook even Wendy bedanken die natuurlijk achter de schermen met mij de komende weken en ook vandaag doorgaat om dit allemaal mogelijk te maken voor jullie. En dat allemaal omdat wij 1 ding met elkaar delen en dat is onze passie voor nagels. Hele fijne middag, avond nog. En ik zie jullie hopelijk aanstaande woensdag tijdens de Nail Talk Live Christmas Show. En anders aanstaande maandag bij Cerisa of een van alle andere lives. Als klap op de vuurbel, de laatste commercial van vandaag, de Cat Eye Collection 1. Tot snel, tot Nail Talk Live.